Oké, goedenavond. Allemaal tezamen, mensen op de tribune, raadsleden in de zaal. Bij deze open ik de vergadering. En agenda punt 2, vaststelling agenda. Daar nog iemand opmerkingen over? Niet? Dan gaan we naar het spreekrecht. Er hebben zich twee mensen gemeld om in te spreken. Dit is de heer Velting van Stichting Stuwend Sipculo en de heer Knaken. Mag ik de heer Velting vragen om achter het spreekstoel te plaatsnemen? Geachte leden van de raad, wie van u de voorstelling Winterkraaien naar het boek van Aar van der Werfhorst heeft bijgewoond, welke hier in de Voorvechter recentelijk voor het voetlicht is gebracht, die heeft daar kunnen horen van de geest van de monnik die waakt over het sipculoze. Deze geest, geachte leden, zal ongetwijfeld een trappistenbiertje gedronken hebben op de uitkomst van de opdracht, welke door deze vergadering is gegeven aan de wethouder. En die opdracht die luidde destijds: onderzoek drie scenario's voor woningbouwlocaties in Sipculo. 1. Alleen op de akkers. 2. Alleen op het kloosterterrein. Of 3. Een combinatie van beide. Na een aantal malen overleg bleek de invulling van het kloosterterrein toch een lastige opgave. Door inbreng van mevrouw Greet Bierema, landschapsarchitecte en schrijfster van het advies De verborgen betekenis van Sipculo onthult, ontstond toch ruimte voor dialoog. Aanpassingen van de oorspronkelijke plannen hebben in mijn ogen uiteindelijk gezorgd voor een beter plan. Keerzijde van betere plannen is dat deze vaak duurder uitvallen en ook nu is dat helaas geen uitzondering. Hierdoor staat de opbrengst van het Stichting Klooster om werkzaamheden op het kloosterterrein uit te kunnen voeren onder druk. Ook de prijs van de woningen staat door het kleinere aantal wat uiteindelijk gebouwd kan worden, 14 in plaats van 17, en de eis van levensloopbestendigheid voor alle woningen onder druk naar boven. Toch staat hier een blije vertegenwoordiger van de Sipculose gemeenschap. Door de gemaakte keus is er ruimte voor de zelfbouwers, de starters en de ouderen. De holle kies in het dorp wordt opgevuld. De leefbaarheid in het dorp wordt vergroot en er ontstaat een stukje sociale controle op de omgeving van het oude klooster. Door slim ontwerp, de lage grondprijs, een wethouder en ambtenaren die willen meewerken waar ze kunnen aan het vullen van een deel van het zandgat, welke nodig is voor fase 2... denken we toch een mooi plan te kunnen realiseren. Ten slotte wil ik wethouder Prinsen bedanken voor de wijze waarop we samen dit traject hebben doorlopen. Zijn houding en slagvaardig optreden hebben ertoe geleid dat we een mooi resultaat voor Sipculo hebben kunnen behalen. Dank u wel. Oké, dank u wel, meneer Velting. Misschien nog even blijven staan en even vragen of er nog vragen zijn uit de raad. Ja, Reiling. Meneer Reiling, ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Velting was blij verrast dat u het zo goed met de wethouder heeft kunnen vinden in dit project. Nou, ik hoop dat we de eerste etappe is nu afgelegd en ik hoop dat de tweede etappe ook goed gaat. Zijn er concessies gedaan of toezeggingen gedaan over het bestemmingsplan, hoe snel dat gaat? En of beide plannen parallel in procedure worden gebracht? Zijn daar afspraken met u over gemaakt? Als u dat niet weet, dan parkeer ik hem zo dadelijk voor de wethouder. Er zijn, naar mijn weten, geen concrete afspraken over gemaakt. Het lijkt me op zich een prima idee, maar daar is verder geen invulling aan gegeven. Oké. Dank u. Uw inbreng zou de heer Knaken willen vragen achter het gestoel te plaatsnemen.
Geachte leden van de Raad, na maandenlang onderzoek vraagt het college vanavond de gemeenteraad om in scenario 3 in te stemmen met woningbouw op het kloosterterrein in Zipkelo. En ondanks maandenlang onderzoek is er nog steeds geen volledige zekerheid dat er voldoende behoefte is aan woningen op deze locatie. Er is in mijn inziens sprake van onbehoorlijk bestuur. Immers, gemeenteraad, ondanks de aantrekkende woningmarkt zijn de meeste huizen in Zipkelo onverkoopbaar. Er staan in Zipkelo momenteel tientallen woningen al jaren te koop. Mooie woningen, betaalbaar ook. Ik woon zelf direct naast het kloosterterrein en ook mijn woning staat al veel te lang in de verkoop. De gemeenteraad moet bij het bepalen van haar keuze voor woningbouw in Zipkelo begrijpen dat die paar belangstellenden voor een woning op het kloosterterrein hun huidige woning waarschijnlijk niet binnen nu en 10 jaar zullen verkopen. Dit is de harde realiteit. Kan het college mij uitleggen waarom de onverkoopbaarheid van Zipkelo nergens wordt genoemd? Ook is het mijn burgerplicht om te melden dat er nog meer haken en ogen aan mogelijke woningbouw op het kloosterterrein kleven. Zo dient de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de aanvrager nu een keer echt te wijzen op een nieuw flora- en fauna-onderzoek. Ik zeg het hier, ter overstaan van u, omdat eerder zonder vergunning 100 bomen op het kloosterterrein werden gekapt. De gemeente wist dit en kneep een oogje toe. Het kloosterterrein is daarom nu gebonden aan een door RVO erkend beheerplan, inclusief aanvullingen. Woningbouw hier is vanwege deze achtergrond zeker geen uitgemaakte zaak en zal waarschijnlijk en met succes worden aangevocht. Ook is er een uitbreiding nodig met een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen van de minister. Ik ben echt benieuwd of de Raad u met z'n allen hier bekend mee is. De zojuist genoemde bomenkap was trouwens net zo illegaal als het meer recente plaatsen van een opslagcontainer op het kloosterterrein. Ook dit was mede mogelijk vanwege onbehoorlijk bestuur. Verder bestaat er geen enkele zekerheid over de aanwezigheid van resten van het vroegere klooster in de grond. Want waarom zou men anders een kloostertuin aanleggen precies op de locatie waar de radarscan plaatsvond? Een kloostertuin en straks wellicht ook woningen bovenop een rijksmonument. Het moet toch niet gekker worden? Samenvattend. De plannen voor woningbouw op het kloosterterrein lijken strijdig met de regels voor archeologische monumenten, alsmede met de Flora- en Faunawet. Ten slotte, geachte leden van de Raad, hoop ik dat u vanavond een wijs besluit neemt. Voor de standpunten van alle betrokkenen is eerlijk gezegd wel wat te zeggen. Als buurman van het kloosterterrein hebben bepaalde betrokkenen samen met de gemeente Hardenberg mij in een rol van kritisch volger gedwongen. Ik tolereer, en dat zeg ik op persoonlijke titel, met 2 jonge kinderen, als mantelzorger van een gehandicapte moeder en een na ziektes herstellende vader, geen bedreigingen, vernielingen en mishandeling meer. Behalve onbehoorlijk bestuur is er wat Zipkelo betreft ook sprake van onbehoorlijk gedrag. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Knaken. Zou ik nog even kunnen blijven staan om eventueel vragen te beantwoorden? Zijn er vragen? Niet. Ja. Mevrouw Luiten. Meneer Knaken, ik begrijp van u dat u eigenlijk insinueert dat er niet gebouwd mag worden vanwege flora- en faunawet. Maar ik neem aan dat dat in de procedure wel ergens plek heeft voordat de eerste paal ook daadwerkelijk in het geval gaat. Dat hoop ik ook. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Knaken, 2 vragen aan u. U heeft het over een grote hoeveelheid onverkoopbare woningen in het dorp. Betekent dat dat u per definitie tegen nieuwbouw bent in het dorp, of dat u echt zich richt tegen dit specifieke plan om op het kloosterterrein nieuwbouwwoningen te plaatsen? Ik zie dat in een groter perspectief. Dus dat geldt eigenlijk voor het hele dorp. Akkoord. Dus überhaupt geen nieuwbouw in het dorp, precies, zolang die woningmarkt niet aantrekt. Vraag 2, als het mag, voorzitter. U zei dat, dat het plan wordt aangevochten en ook met succes. Zijn er dus bijvoorbeeld bij uzelf concrete plannen om het idee
überhaupt aan te vechten? Of heeft u daar geluiden toe? Kunt u dat iets beter duiden? Ik heb daar geluiden toe. En op het moment dat de aanleiding voor is, zal er het een en ander gaan gebeuren. Oké, dank u wel. De heer Reiling. Dank u wel, voorzitter. Maar meneer Roermond, zijn eerste vraag was ook mijn vraag. En het antwoord is duidelijk. Dank u. Oké, dank u wel. Nou, verder zijn er geen vragen meer. Dank u. Oké, ik sluit deze deur af. Is prima. Ja. Ja. En u mag nog even op de tribune zitten. Oké. Prima, dat was het onderdeel spreekrecht. Gaan we nu over tot de behandeling van het stuk woningbouw in Sipculo. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Luiten, Rodemond, Reiling, mevrouw Kelder. Ja, mevrouw Hof en meneer Breukelman. En beginnen we bij meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. We hebben in het voorjaar uitvoerig al gesproken over de kwesties in het Sipculose, zal ik maar zeggen. En wat voor ons toen van belang was, we hebben gesproken over beide locaties. We hebben toen ook heel duidelijk aangegeven dat beide locaties iets in zich hebben. Dat wil zeggen dat het voor de akkers, dat daar minder risico's in zitten. Dat het in die zin verstandiger zou kunnen zijn, dat er minder juridische obstakels zijn. Maar dat de kloosterlocatie wel een hele mooie is en ook hele mooie kansen in zich heeft. En daarom is het ook wel mooi dat in scenario 3 het een en ander met elkaar verenigd wordt. Neemt niet weg dat de zorgen die er toen waren over de haalbaarheid van de kloosterlocatie, dat die zorgen ook nu wel gebleven zijn. En daarom staan wij ook positief tegenover dit voorstel, omdat in dit raadsvoorstel de nodige voorwaarden aan de ontwikkeling worden gekoppeld. Daar zijn wij positief over. Een vraag die ik nog wel aan de wethouder heb en die ook een half jaar geleden al leefde, maar waar ik destijds nooit een helder antwoord heb gekregen. Dat betreft toch de grondposities rond de akkers. In scenario 1, mocht hij daarvoor zijn gegaan, is er sprake van een plangrootte van een halve hectare. De vorige keer werd dan gezegd, nou, de 3,5 hectare die overig blijft liggen, die moet dan worden afgewaardeerd. Dat werd toen benoemd als verlies, wordt nu neergezet als waardedaling. Die 3,5 is overigens veranderd in 2,5, maar goed, dat is een technische vraag, die zou ik hier vast niet mogen stellen. Maar ik vraag me wel even af, waarom nemen we niet in exploitatie genomen gronden mee in een plan dat slechts een half hectare groot is? Ik zie die relatie tot elkaar niet zo. Dus daar zou ik toch graag een keer een helder antwoord nog willen hebben. Tot zover. Oké, dank u wel. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een aantal vragen aan de wethouder. De locatie Kloosterterrein is met de eerste fase van 9 woningen en stedenbouwkundig niet afgerond, staat er in de stukken. En wij vragen ons af of we hierdoor niet een te groot risico lopen op een niet geheel uitontwikkeld plan of uitontwikkeld terrein. Omdat dat terrein uit 2 fasen bestaat en een tweede dan wellicht niet doorgaat. De tweede vraag gaat over de harde plancapaciteit die gevolgen kan hebben voor de woningbouwplannen in andere kernen. En wij vragen ons af of de wethouder er zicht op heeft in hoeverre dit een reëel risico is en of hij daar wat meer over kan vertellen. Verder staat er op pagina 4 van het raadsvoorstel, wij kunnen aan het principebesluit de voorwaarden stellen. Wij zouden graag van de wethouder willen horen dat hij dat echt gaat doen. Dus wij stellen aan het principebesluit de voorwaarden. De volgende vraag is, hoeveel waarde of zekerheid kan er gehecht worden aan voorlopige koopcontracten? De alledaagse praktijk leert ons nog altijd dat die lang niet altijd worden omgezet in definitieve contracten. En dat kan in een dergelijk kleinschalig project als in Sipculo grote consequenties hebben voor de levensvatbaarheid van deze plannen zoals die nu voorliggen. En de stukken lezend vroegen wij ons nog af hoe groot de rol is van Stichting Stuwend Sipculo, omdat in het raadsvoorstel
de stichting wel 14 keer genoemd wordt en het lijkt een enorm prominente rol te zijn. Sneeuwen er andere partijen onder is daar even de vraag. Dat was het voor nu. Oké, dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die ik aan de wethouder wil stellen, heb ik eigenlijk zojuist al bij de eerste inspreker gesteld. Als we met elkaar afspreken dat we voor dit scenario gaan, lopen dan beide bestemmingsplannen parallel aan elkaar. De mening van de tweede inspreker, die gaf eigenlijk aan dat we maar helemaal niks meer moesten gaan doen in Sipelo, omdat de woningen nu al, volgens de inspreker, onverkoopbaar zijn. Ik zou hier graag ook de visie van de wethouder op willen horen. En ja, er werd een paar keer door de inspreker gerefereerd aan onbehoorlijk bestuur. Ik weet niet of u daarop wilt reageren. Oké, dank u wel, meneer Reiling. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Eerlijk gezegd, bij het lezen van het voorstel was mijn fractie uiterst enthousiast over het voorstel wat er nu ter tafel ligt. Toch nog een paar vragen, mede naar aanleiding van de laatste inspreker. Inderdaad, de onverkoopbaarheid van de woningen in Sipelo. Hoeveel woningen staan er nu langdurig te koop en is dat acceptabel in het licht van dit plan dan? Dit is mogelijk een iets te technische vraag, dus als de wethouder zegt dat doe ik schriftelijk, neem ik daar al op voorhand genoegen mee, maar goed. En de aanvechtbaarheid van het plan, als er met succes wordt geageerd tegen dit plan, zoals de inspreker dat suggereerde, is het mogelijk ook een beetje jammer van alle energie die er tot nu toe in is gestoken. Dus graag daar ook een reactie op van de wethouder. Oké, dank u wel, meneer Rodemond. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar vragen en die zijn overgebleven. Is er nu ook nog een aanvullende behoeftepeiling gedaan in dat gebied, in Sipelo? En zo niet, waar is dan eigenlijk het voorstel op gebaseerd dat u nu scenario 3 hebt gemaakt? Zijn inmiddels de prijzen van de woningen bekend? Of is dat nog vaag? Want dat betekent natuurlijk wel of je een koopakte of een, ja, hoe zeg je dat? Dat men toch bereid is om wel te kopen, maar nog niet zeker weet of het gekocht gaat worden. En wat betreft de communicatie naar de aanwonenden, omwonenden, is dat volgens u, zijn ze voldoende geïnformeerd over alles? Dank u wel, mevrouw Kelder. Mevrouw Luit. Een groot aantal van de vragen die wij wilden stellen zijn al gesteld door de waarde collega's. Het rest mij in ieder geval om te zeggen dat wij zeer positief waren om te zien dat het college uiteindelijk het zo goed heeft kunnen vinden met de lokale partijen. Dat is toch een hele andere sfeer dan de vorige behandeling. De vragen die wat mij betreft nog overblijven zijn, is eigenlijk een beetje die ik net ook al stelde. We willen, hoe graag we dit ook aan iedereen gunnen, maar natuurlijk ook niet dat we allerlei flora en fauna en monumenten onterecht zouden bebouwen. Dus ik ben heel benieuwd om even van de wethouder te horen of er in de verdere procedure zekerheden zijn waarin we zeker weten dat dat niet het geval is. Oké, dank u wel. Zou ik de heer Prinsen naar voren mogen vragen om de vragen van de raadsleden te beantwoorden? Ja, voorzitter, dankjewel. Heel andere setting dan een half jaar geleden. Ja. En soms heb je met elkaar, moet je een deuk oplopen om weer uitgedeukt te worden om de goede dingen te doen. En volgens mij is dit proces hier wel een voorbeeld van. Laat ik zeggen dat wij de afgelopen half jaar elkaar beter verstonden. Er werd net waardering in onze kant uitgesproken, maar die kan ik ook net zo goed in de richting van de partijen met wie wij de afgelopen tijd aan tafel hebben gezeten. Ja, ook toen was het wel kritisch. Ja, en soms moesten we wel dingen verduidelijken waarom gemeente bepaalde dingen vindt en doet. Maar
Het begrip was vanaf het begin van alle kanten aanwezig. En zie hier het resultaat. We hebben eind vorig jaar is er een avond geweest die door mijn medewerkers is belegd in Sipkelo. Daar hebben we een inventarisatie gedaan en het bleek dat het ongeveer 50-50 was. Kloosterlocatie en de locatie zeg maar aan de rand van Sipkelo. Ik heb de vorige keer ook die getallen verstrekt en dat heb ik nu niet zo bij de hand. Maar het gaat ongeveer om 14 om 14 of 16 om 16 in die orde van grootte die geïnteresseerd zijn. Dat wil niet zeggen dat ze meteen morgen kopen. Maar er is interesse zowel voor het wonen op de kloosterlocatie als voor een zelfrealisatie van een woning op de locatie die van ons is. En dat hebben we ook maar eens als uitgangspunt genomen. En vooraf heb ik daar met de toenmalige voorzitter van Plaatselijk Belang ook over gesproken. Want dat is ook altijd een gesprekspartner voor ons in deze. Van hoe kijk je ernaar? Wat is de positie van Plaatselijk Belang? Wat ambieert Plaatselijk Belang? En Plaatselijk Belang gaf ook aan dat ze er zijn voor de gehele bevolking. Dat wil zeggen, voor degene die het liefst op het kloosterterrein woont, maar ook degene die zelf een woning wil realiseren. Er komt bij dat Plaatselijk Belang ook wel vertegenwoordigd was in Stuur en Sipkelo, niet direct elke keer aan tafel zat. En ik heb voordat het college hier een besluit over nam, heb ik nog vorige week of die week ervoor nog contact gehad met Plaatselijk Belang over de uitkomst en dat het college daar iets over ging vinden. Nog even gesondeerd hoe ze ernaar keken en daar waren ze absoluut heel content mee dat het op die wijze werd opgepakt. Goed. Harde plancapaciteit. Wat is harde plancapaciteit? Dat is capaciteit die je in je bestemmingsplan benoemt. En we hebben ook in het stuk aangegeven dat wij ook van de stichting, ik zou zeggen Stuur en Sipkelo, maar voor de initiatiefnemers voor het wonen op het klooster vragen van nou, wij willen het principeverzoek afgeven. In principe zijn wij bereid om het zo en zo te doen. Maar zou u nog het plan verder uit willen werken? Want dan kun je ook nog een keer kijken, is die concrete behoefte die er was, is die er nog? Ja? En kun je dan een stapje verder gaan? En zo gauw dat er is, en ze hebben ook een achtervang is er gecreëerd. Want er is ook een partij die garant wil staan voor de afname van een serie woningen. En ze dan in de markt zetten voor de verhuur. Dus harde plancapaciteit, loop je met 9 woningen een risico? Ja, maar dat is een stuk beperkter dan met die 17 die de vorige keer op de agenda stonden. Lopen wij risico met onze 4 woningen? Geen idee. Maar wij hebben ook afgesproken dat wij die plek gaan ontwikkelen waar we zo min mogelijk infrastructurele werkzaamheden voor moeten doen. Dus wat de kostenkant betreft is het niet zo dat we fors moeten investeren en dan, de rente is laag op dit moment, maar goed, we rekenen nog steeds met 2,5%, dat we dan heel lang in de renteteller blijven hangen. Maar als er niet verkocht wordt en niet gebouwd wordt, of als er niet verkocht wordt en als er niet nog iets diepgaander onderzoek wordt gedaan door de initiatiefnemers en wat concretere gegevens, dan moeten we een heroverweging maken of we niet wat later in de tijd gaan zitten. Want dan zou het betekenen dat we straks een project hebben waar niet in gebouwd wordt en waar wel 9 woningen aan harde plancapaciteit in de gemeente verdwijnen. Maar als ik de geluiden beluister, en nogmaals, ik heb geen handtekeningen, we hebben wel voorlopige koopcontracten en intenties van alles gezien, maar als ik de geluiden beluister, moet het met 9 woningen, moet die eerste fase realiseerbaar zijn. En die 4 van ons, dat zien we. We hebben wel vaker projecten waar we weinig hoeven aan te investeren, die we als kavels op de markt brengen en dan zien we wel. Ja, en daar zit op zich niet zo'n groot risico in, behalve die harde plancapaciteit als je het bestemmingsplan hebt liggen. Het is ook de bedoeling dat als we wat meer stevigheid nog krijgen vanuit de initiatiefnemers, dat we dan zo snel mogelijk beginnen met de planprocedure. En dat hoeft niet parallel te lopen wat mij betreft aan de planprocedure voor het gemeentelijk deel. Ik splits dat ook liever. Kostentechnisch is het iets onhandiger. Maar als er een stok in de spaken wordt gestoken van het ene project, stagneert ook het andere project. Als je daar bezwaren op krijgt. Dus vandaar dat we ook zeggen, laten we maar splitsen. Even kijken. Ja, als je met een bestemmingsplanprocedure bezig gaat, zul je ook allerlei onderliggende onderzoekingen moeten doen. Dat geldt voor archeologie, dat geldt voor flora fauna, dat geldt voor de bodemgesteldheid, al dat soort dingen. Zullen gewoon integraal onderdeel uitmaken van dat bestemmingsplan. Dus daar komen wij nog wel over te spreken als daar iets aan de hand is, maar alle voortekenen wijzen daar niet 1, 2, 3 op. We hebben natuurlijk ook allerlei voorwerk wel gedaan met dezegene. En ook de provincie heeft in eerste instantie meegekeken.
En heeft zeg maar ambtelijk gereageerd van nou, het lijkt ons een prima project. Maar goed, je kan altijd iets tegenkomen dat je zegt, we moeten toch iets anders varen. Het aantal woningen wat te koop staat. En woningen zijn onverkoopbaar. Ik heb geen idee waar dat door bepaald wordt. Vragen de mensen te veel? Hebben ze de woning slecht onderhouden? Als wij gewoon kijken naar onze gemeente en ook naar Sipkulo, zonder dat we daar heel diep op ingezoomd hebben, zien we dat ook door verdunning, dat de woningbezetting is gemiddeld nogal hoog in onze gemeente, dat door woningverdunning, dat we nog wel wat woningen nodig hebben de komende tijd. Ik sprak met een makelaar die de hele gemeente redelijk kan overzien. En die gaf aan dat tot 3 maanden geleden nam het aantal te koop staande woningen nog steeds toe. Dus dat wil zeggen, datgene wat verkocht werd, was minder dan wat extra werd aangeboden. En sinds 3 maanden geleden zien we daar een kentering in komen. En we zien ook dat woningen in het buitengebied en woningen die lang te koop stonden, dat die toch weer langzaam maar zeker, en niet zo snel als 200 in kapjes in een nieuwbouwwijk, maar dat die toch langzaam maar zeker weer in trek raken. Als ik, mijn collega, meneer de burgemeester, zat net naast me, heeft snel op Funda gekeken. Want ik had anders als antwoord gegeven, kijkt u even op Funda, dan kan u het zien. Maar binnen Sipkulo en een straal van 1 kilometer daaromheen staan 65 woningen te koop. Dat is niet gering. Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Maar als mensen toch uiteindelijk een nieuw huis willen gaan bouwen en er geen passend huis voor hen is, of omdat ze een bepaalde leeftijd hebben, of omdat ze jong zijn en zelf iets willen realiseren, moeten we dan dat soort initiatieven tegenhouden? Ik ben daar nog niet van. Op enig moment, hoe vervelend het soms ook kan zijn, gaat de markt ook zelf wat dingen corrigeren. Dus ja, als we dat hier doen, als we dit als analyse meenemen, in onze gemeente staan misschien wel 700 woningen te koop als het niet meer is. Ja? Moeten we dan eerst wachten tot alle woningen zo'n beetje van eigenaar zijn, van nieuwe eigenaar zijn voorzien, voordat we nieuw gaan bouwen? Ik zou het u niet aanraden. Integendeel, ik zou het u sterk willen afraden. Ja, en komen de bezwaren? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weten we nooit. We hebben heel veel plannen die zonder bezwaren doorkomen. En we hebben plannen die zienswijzes opleveren en die bezwaren geven. Ja, dat is van alle tijden, dus ook van deze tijd. En dat staat mensen vrij om het instrument wat we in dit land hebben, om dat te gebruiken om dingen die ze ongewenst vinden, om daartegen te ageren. Even kijken. Ja, er werd ook nog een opmerking van, is de buurt volop geïnformeerd? Nou, dit is zo'n allemachtig lang traject al geweest. Ik ben bij bijeenkomsten geweest van het klooster van Sipkulo, waar woningbouw te sprake kwam, waar het hele dorp welkom was. Er zijn bijeenkomsten geweest waar ook wel presentaties zijn gehouden. Ja, wel over een ander plan, maar wel het plan op het kloosterterrein. Dat als je dit niet meegekregen hebt, moet je zelf bij jezelf nagaan of je niet te lang onder de steen hebt geleefd, om zomaar eens even te zeggen. Maar dat is niet netjes wat ik nu zeg, dat besef ik ook wel. Maar goed, ja, er is van alles gecommuniceerd. Maar er zullen nog inloopbijeenkomsten georganiseerd worden op het moment dat het plan definitieve vormen krijgt. Er zijn de normale inspraakprocedures zoals we die hanteren bij een bestemmingsplan. Dus voorafgaand aan een bestemmingsplan, inloopbijeenkomst over de plannen. Ja, dus daar kan iedereen nog heel erg goed zijn zegje doen. Als er nou maar 9 woningen gebouwd worden en niet die 14, eerste fase versus tweede fase. Ja, het plan is in financiële zin af, heeft u ook in het stuk kunnen lezen, als je 14 woningen bouwt. Dan is er een significante bijdrage voor het kloosterterrein. Met 9 woningen wordt er ongeveer break-even gedraaid. Als je stedenbouwkundig kijkt, is, daarom hebben we ook gekozen voor de eerste fase zoals die er ligt, is die missie niet top, is missie geen 9 of een 10, maar is die zeker nog een 7 of een 8. Want je hebt dan wel, we hebben hem wel zo gepositioneerd, die eerste fase, dat je dan toch nog redelijk vrij zicht houdt over het gebied. Ja, maar mooier is om af te maken. Dus het is niet zo dat je zegt van een slechtziende kan nog zien dat dit een plan is wat niet af is. Dat is niet zo, daar hebben we wel heel bewust naar gekeken. Maar mooier is om het af te maken. Maar goed, dat risico, dat loop je altijd als je een knip aanbrengt. En wij hebben wel zo gewogen dat we zeiden van 14 woningen als harde plancapaciteit, waarvan wij het de vraag vinden of daar nu behoefte aan is, om dat in te zetten. Ja,
En dan die 4 op gemeentelijk terrein voorlopig, dan heb je het over 18 woningen. 14 en 4 is 18, ja, dan heb je het over 18 woningen. Dat vinden wij, dat risico vinden we op dit moment te groot. En wij durven het wel aan om met dit plan in 2 fases te komen. Waarom betrek je NIEG gronden, waarom betrek je die erbij? Nou, die niet in exploitatie genomen gronden, die hebben een bepaalde boekwaarde. En die boekwaarde, ik weet het zo niet uit mijn hoofd, die zal wel eens een beetje hoger kunnen zijn dan 5 of 5,5 of wat voor euro's. En als je nu al weet dat je die gronden, dat dat nooit IEG gronden gaan worden, oftewel in exploitatie genomen gaan worden, dan zul je daar een voorziening voor moeten treffen. Dan zul je, nee, niet een voorziening, zul je moeten afwaarderen. Ja? En als dit plan definitief is, dan zul je zien in de grondexploitatie dat de gronden, de NIEG gronden in Sipkelo een andere waarde krijgen en dat wij dat verlies wat we op die gronden hebben nemen. Vandaar dat we ze erbij betrokken hebben. Meneer Brokman. Ja, als ik daarop op aan mag vullen. Dat begrijp ik. Alleen ook in uw eerste aanzet in maart was de plangrootte een half hectare. Dan denk ik van ja, je kunt daar wel, of het over 3 of 4 hectare is die zeg maar, niet in exploitatie zijn genomen. Maar welk scenario ook gekozen zou hebben, je zou nooit boven dat gedeelte uit zijn gekomen. Dus waarom betrekken we die gronden überhaupt in het... In de plannen over dit stuk. En als dan misschien meteen ook nog een extra vraag daarbij aan mag sluiten. Vorige keer is het best wel een beetje gestuurd van nou, er zijn ook financiële risico's. Hè, als je niet voor de akkers gaat, want ook dan loop je die verwachte exploitatiewinsten mis. Wat me daarbij opvalt is, in scenario 1 hebben we 8 tot 10 woningen toegevoegd aan de gemeenteweg. Dan wordt gesproken over nou, een exploitatiewinst van 145.000 euro. Nou, in scenario 3, het scenario waar we toch wel positief over zijn, daar staan 4 woningen aan de gemeenteweg gepland. En dan wordt er gesproken over een exploitatiewinst van 150.000 euro. Ja, dat vind ik opmerkelijk. Vind ik u daar nog op ingaan? Ja, dat zal ik even na moeten gaan. Dat zal ik in het verslag opnemen, want dat heb ik zo even niet paraat. Wat ik wel aan wil geven is, als je 18 woningen op het terrein van Op de Akkers doet, dat is ongeveer een hectare, en met 18 woningen haal je een dusdanige opbrengst dat je datgene wat je af moet waarderen op dat deel wat je niet meer gaat gebruiken, kun je daarmee goed maken. Dat hebben we de vorige keer ook aangegeven. Daar zit er zelfs nog een kleine winst in. Maar als je met 4 woningen kun je nooit die winst goed maken. En hoe die bedragen 145, 150, dat heb ik even niet paraat. Maar ik zal dat in het verslag zal ik dat meenemen met uw goedvinden, meneer de voorzitter. Ik kijk even verder naar de voorwaarden die... Die daar staan. Nou, de voorwaarden die kunnen wij stellen. Maar ik weet ook één ding zeker. Als er onvoldoende animo is, gaat de ontwikkelaar niet het risico nemen om te bouwen voor leegstand. Ja? Dus wij vinden het belangrijk en daar zullen we ook. Daar zijn we goed met elkaar over in gesprek. En we vinden het ook eigenlijk een voorwaarde. Maar de ontwikkelaar vindt het zelf ook een voorwaarde. Als er niemand geïnteresseerd is, of bijna niemand, dan zullen zij nooit die 9 woningen gaan bouwen. Want dan komen ze nooit, als die tweede fase niet komt, komen ze nooit break-even uit in deze fase. Dus daar zit al een bepaalde balans in. Maar het is goed dat u het even aanhaalt. Wij zullen daar ook op toezien. Maar nogmaals, ik denk niet dat het helemaal nodig is. Heeft Stichting Stuwend Sipkelo, is dat nou de entiteit die regeert in Sipkelo? Hè? Dat is eigenlijk een beetje uw vraag. Nee. We hebben ook de mensen van het kloosterterrein die hun eigen dynamiek en hun eigen verantwoordelijkheid hebben. We hebben met plaatselijk belang te maken, maar daar heb ik al eerder iets over verteld. Ja? Maar de Stichting Stuwend Sipkelo is op dit project... Ja, en ja, noem het maar even Centrum van Sipkelo, is daar samen met plaatselijk belang en andere partijen in. De partijen toch wel heel erg leidend in geweest. Maar het is niet zo dat ze heel Sipkelo dicteren, tenminste. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, Sipkelo kennende. Onbehoorlijk bestuur. Ja. Ja. Misschien moet u zelf die vraag beantwoorden. Maar ook over u als raad. Want u heeft ook besluiten genomen en wij hebben besluiten voorgelegd. Dus ja, ik vind het altijd wat lastig. Wat is onbehoorlijk bestuur als u iets niet zint? En als er iets in uw achtertuin gebeurt, dan is het al makkelijk om te roepen dat is onbehoorlijk bestuur. Dus ja, ik weet nooit zo goed wat ik met zo'n vraag moet. Maar als u het vindt dat we ons onbehoorlijk gedragen hebben, dan hoor ik dat wel. Goed, volgens mij, voorzitter, heb ik alles wel gehad. Oké, zijn er nog vragen overgebleven bij de collega's? Niet, dan ligt de vraag voor, kan dit door als hamerstuk of als...
Mevrouw Kelder. Ik zou graag nog even met mijn fractie overleg hebben. Dus dan wordt een bespreekster. Ja. Oké. Okay. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. Gaan we over naar agendapunt 5. Evaluatie vrije tijdseconomie en doorontwikkeling. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Nijhoff. Meneer Podink. Schelling, Rodemond, Botter en Mulder. Meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. Op de agenda het onderwerp evaluatie, vrije tijdseconomie en doorontwikkeling. Deze sector is nadrukkelijk van economisch belang voor onze gemeente Hardenberg. Afgelopen jaar zijn zowel de Stichting Recreatie en Toerisme Hardenberg en het informatiepunt Hardenberg onderwerp van discussie geweest. Daarom had de CDA-fractie het ook wel passend gevonden als bij dit voorstel om budget beschikbaar te stellen duidelijke doelstellingen waren geformuleerd waaraan de fracties het verzoek kunnen toetsen. Wij missen deze voorlopig nog. Als CDA-fractie hebben we wel een aantal vragen. In de conclusies naar aanleiding van de evaluatie wordt aangegeven dat de Stichting Recreatie en Toerisme Hardenberg dat het de stichting ontbreekt aan een overal visie op het complete werkterrein. De doelstelling zou wel zijn, namelijk het vergroten van de economische waarde. Alleen, het ontbreekt aan de visie op welke wijze deze doelstelling op langere termijn kan worden gerealiseerd. Wordt dat in de nieuwe stichting wel gerealiseerd? Daarbij wenst deze stichting een overkoepelende rol. Daarbij wordt geconstateerd dat deze rol van de stichting eerder geaccepteerd zal worden door alle stakeholders zodra er een visie en strategie is ontwikkeld waarover instemming en draagvlak bestaat. Hoe zit het met het draagvlak en hoe denkt men dat zo nodig te verbeteren? Dat lijkt ons toch essentieel voor het slagen. In het raadsvoorstel worden diverse knelpunten benoemd die in het verleden zijn geconstateerd. Worden deze via de nieuwe organisatie opgelost? De volgende vraag is, de stichting IP is zeer beperkt in haar mogelijkheden, zoals blijkt uit de evaluatie. Het bestuur geeft aan dat zij openstaat voor de oprichting van een nieuwe stichting, indien, en dat lijkt onze voorwaarde, er een fysiek informatiepunt op een zelfstandige plek gehandhaafd blijft. Vandaag heeft men opnieuw dit voor hen zwaarwegende punt middels een brief aan de raad kenbaar gemaakt. Hoe zit de portefeuillehouder hierin? Stichting Recreatie en Toerisme Hardenberg geeft aan in haar stukken dat zonder gebiedsregisseur, liever nog aangevuld met een topmarketeer, een nieuwe stichting niet zinvol is om het doel de economische waarde te vergroten te realiseren. Het lijkt naar hun mening dan een moeilijke zaak te worden. Dit lijkt of een voorwaarde. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan? Een van de taken van het informatiepunt was ook invulling te geven aan wonen en werken in Hardenberg en dit te promoten. Daarvan wordt geconcludeerd dat daar in de afgelopen periode weinig aandacht aan is besteed. Komt deze taak voor de nieuwe stichting te vervallen? En zo ja, door wie zal daar invulling aan worden gegeven? Voorzitter, de recreatie en toerisme is een zeer wezenlijke sector en een visitekaartje van onze gemeente. In de stukken wordt aangegeven dat de vrije tijdseconomie met 8% van de banen een belangrijke sector is in de regio. In principe is bundeling van krachten een goede zaak om samen sterker te staan en efficiënter te kunnen werken. Je kunt constateren dat dat op basis van vrijwilligheid de afgelopen jaren niet is gelukt. Dat zal in ieder geval ook vragen om een krachtige aansturing en een groot draagvlak onder de ondernemers. Voor zover de inbreng van de CDA-fractie. Oké, dank u wel, meneer Nijhoff. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Als achtergrondinformatie op dit dossier hadden wij een visienota recreatie en toerisme ontwikkeld met als thema verblijven, vermaken, verbinden in het Verdal. En hieraan hadden wij een budget gegeven voor de gehele periode van 300.000 euro. Op basis van de visie leek duidelijk wat er zou moeten gebeuren.
een plan van aanpak voor 1 januari 2013 zou er zijn. De handen uit de mouwen. Organisatorische afspraken zijn gemaakt met daarbij een duidelijke rolverdeling tussen de gemeente en de stichting. Of wat dan ook wel in de stukken wordt genoemd, de sector. Doelstelling, het vergroten van de economische waarde van recreatie en toerisme, ofwel de vrije tijdseconomie. Daarbij was er ook nog een financiële doelstelling, zelfs een verplichting. De sector zou het bedrag, het geïnvesteerde bedrag van 100.000 euro, die beschikbaar is gesteld door het college, nog eens verdubbelen. Minimaal verdubbelen. Op 26 april van dit jaar hebben wij een presentatie gekregen en zijn wij als raad bijgepraat over de stand van zaken op dit onderwerp en hoe de toekomstige vrije tijdseconomie eruit zou zien voor Hardenberg. Aan deze sessie bewaar ik niet de beste herinneringen. Veel vragen en nog meer onduidelijkheden. En dan nu een aantal evaluaties die voorliggen, waarvan u vraagt om deze voor kennisgeving aan te nemen. Ik heb dat geprobeerd, voorzitter, maar dat is niet helemaal gelukt. Over de inhoudelijkheid van de evaluaties zijn wij als fractie wel teleurgesteld. Het zijn naar ons idee voldoende programmalijnen geweest, doelstellingen geformuleerd, capabele mensen aangetrokken en financiële middelen ter beschikking gesteld om ook met een deugdelijke en inhoudelijke evaluatie te komen. Per onderdeel of programmalijn. Daarvan zien wij niets of onvoldoende terug. Over 20% van het budget van de Stichting Recreatie en Toerisme wordt rekenschap afgelegd. Waar is dat dan de overige 80%, behalve de adviezen en websites, aan uitgegeven? Waar in de evaluatie kunnen wij lezen of de nu gehaalde doelstellingen efficiënter ingericht hadden kunnen worden? Hoe kunnen we evalueren of we met het gegeven budget nog niet meer gerealiseerd had kunnen worden? Waar staat in de evaluatie of het wel of niet gelukt is om vanuit de sector het bedrag van 100.000 euro, wat verdubbeld zou worden, of dat ook gerealiseerd is? Graag willen we daar een reactie op van de portefeuillehouder. Voorzitter, er zijn ook in terugkijkend een aantal knelpunten benoemd. Zijn deze knelpunten niet eerder boven tafel gekomen? Is er tussentijds ook geëvalueerd? Is er voldoende sturing geweest? Ook daar willen we graag een reactie op. In de presentatie van 26 april is er gesproken over een einddoel. Een regierol voor de gemeente en uitvoeringsorgaan via het ondernemershuis. Dat is in een van die PowerPoint-presentaties verteld. Hoe kijkt u daar met de kennis van nu tegenaan? Na het vervolg zou er in mei 2016 een kwartiermaker aangesteld moeten worden. Waarom is dit nog niet gerealiseerd? En heeft u iemand in het vizier? Heeft u een profiel voor ogen voor deze kwartiermaker? Graag een reactie daarop. Aanvullend, voorzitter, staat in het inleidend dat het raadsvoorstel voor het vervolgproces besproken is met beide stichtingen. Het bevreemdt ons dan ook dat er vanuit het bestuur van informatiepunt Regio Hardenberg last minute een brief komt dat het bestuur kennis neemt van de doorontwikkeling van recreatie en toerisme. Dat lijkt me vooralsnog geen enthousiaste instemming van de nieuwe plannen. Tevens een vraag van dit bestuur voor de onderbouwing van 50.000 euro. Is er sprake van een onderlinge goede verstandhouding en een eenduidige agenda? Vraag ook hierop een reactie. De kaders voor nieuw beleid die zijn nog niet duidelijk. Dat wordt ook vanuit de CDA gememoreerd. Maar het zijn wel natuurlijk gedachtenlijnen. Er is ingezet beleid, dus dat is in die zin wel helder. Maar we zouden de portefeuille toch willen vragen hoe u bent gekomen tot de vraag van een budget van 50.000 euro. Wat ligt daar dan aan te grondslag? Tot zover, voorzitter, in deze eerste termijn. Dank u wel, meneer Oring. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Na de vele vragen van de voorliggende fracties hoef ik mij niet meer bezig te houden met de visie op de Stichting Recreatie en Toerisme. Daar zijn voldoende vragen over gesteld. Mijn fractie onderschrijft in ieder geval uw constatering in het raadsvoorstel dat twee stichtingen op lokaal niveau te veel is. Nou, dat is denk ik, als ik de voorgaande sprekers hoor, iedereen het wel over eens. De vragen die wij eigenlijk hebben, of laat ik vooropstellen dat het wel enige moed vraagt om te evalueren het beleid wat u gedaan heeft. En de uitkomst daarvan ook inderdaad wat onze fractie betreft, voor zover het de Stichting Recreatie en Toerisme is, wat schrijnend is. Daardoor wordt gerept van het hebben van geen visie en het ontbreken van enige strategie. Terugkijkend kun je dan afvragen of die 300.000 euro die daaraan besteed is uw beste was. Maar als we vooruitkijken, en dat doen we dan hier graag nadat we overigens aansluiten bij alle vragen die hiervoor gesteld zijn, is de vraag hoe u nu verder gaat. Hè? Want de constatering dat er geen visie en strategie was,
noopt eigenlijk tot de vraag van ja, is hij er nu wel? Hè? Wij zien die ook niet echt in de voorstellen die hier staan. Wat ik wel zie is dat u weer een kwartiermaker wilt gaan benoemen. Dat is op zich wel aardig, maar wat gaat hij dan precies doen? Wij zien ook dat u weer 50.000 euro vraagt zonder dat daar eigenlijk heel duidelijk voor wordt, althans in dit voorstel niet, wat u daarmee wilt. U gaat het plan later indienen en dat lijkt daarmee dat het paard achter de wagen wordt gespannen. Maar boven alles eigenlijk de vraag wat die stichting, wat u nou voor heeft daarmee. Want we lezen een aantal dingen. Ik benadruk ze even. Belangenbehartiging, productontwikkeling, marketing en promotie. Waarbij de eerste behartigen van belangen van de recreatieondernemers natuurlijk lang niet altijd in de pas hoeft te lopen met de belangen van de gemeente. Productontwikkeling lijkt mijn fractie niet iets wat deze stichting zou moeten gaan doen. Dat kunnen de ondernemers volgens mij beter zelf. Want hoeveel kaas heeft u daarvan gegeten? Blijft eigenlijk over marketing en promotie. En heel concreet daarbij de vraag, hebben we nu alle stichtingen? Hè? Want ik lees ook een vechtdal marketing wat schuurt. Hebben we nu alle stichtingen te pakken als u deze twee samenvoegt? Maar met name zou ik u willen vragen, we zijn afgelopen vrijdag in Doetinchem geweest. En wat ik daarvan heel duidelijk opgestoken heb, is dat het verstandig is om niet zoveel te vinden over een bepaalde sector, maar te vragen naar die sector. En de vraag is heel concreet, zou u dat niet doen? Zou u de ondernemers niet eerst eens vragen als aanbieder van het product wat zij nou behoefte aan hebben? Om vervolgens ook eens bij de vrager van het product, de toeristen in deze, als gebruiker te gaan vragen waar zij behoefte aan hebben. Zonder dat u zelf een eigen visie ontwikkelt op wat u denkt naar de behoefte zit. Want, laat ik dan ook kritisch zijn naar het verleden, ik denk dat de afgelopen 3 jaar daar niet het beste voorbeeld zijn geweest. Wellicht dus dat daarbij een recreatiehuis, zoals ik lees in de evaluatie van het informatiepunt, een hele goede is. Wat ons betreft zou je ook eens kunnen onderzoeken of dat niet past onder het ondernemershuis waarvan u net een mooie subsidie heeft binnengehaald. Wellicht dat daar wat mee kan en dan zouden wij ook opteren dat u daar meer partijen bij verbindt. Ook bijvoorbeeld de agrariërs, dat is een link in te maken. Maar vraagt u eens wat mensen leuk vinden, vraagt u eens waar de aanbieders behoefte aan hebben. En vindt u in deze iets minder? En alvorens u 50.000 euro vraagt aan de raad, komt u dan ook met een heel duidelijk plan waar het in ieder geval niet ontbreekt aan enige strategie of visie. Ja. Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Roddelmond. Voorzitter, dank u wel. Met het gevaar om in herhaling te vallen, want er is heel veel gezegd, wil ik toch even kwijt dat ook wij hebben gezien dat hier een wat magere, wat onleesbare evaluatie ligt rondom de Stichting Recreatie en Toerisme en het informatiepunt. Maar in ieder geval, die evaluatie schetst wel een beeld dat de beide stichtingen niet waren opgewassen voor hun taak. Hè. De visie en strategie zijn al genoemd in die zin. Nu komen we echter weer met onduidelijke plannen inderdaad, waarvan wij ook denken van ja, moeten wij hier dan structureel geld voor geven? Nu zit er ook in het voorstel de vraag om eenmalig voor de kwartiermaker een budget vrij te maken om van daaruit in ieder geval dat actieplan verder op te stellen. En dan denk ik dat we daarmee in ieder geval wat concreets in handen kunnen krijgen. Ik wil dat ook niet voor vandaag vragen van nou ja, kom dan nu met concrete plannen. Maar eerlijk gezegd is het mijn voorstel richting het college om een knip te maken in dit voorstel. Kom dan eerst maar eens eventjes met naar aanleiding van die 15.000 euro die gevraagd wordt voor de kwartiermaker met een helder actieplan, waarin ook heldere afspraken worden gemaakt. En inderdaad, zoals meneer Gelling dat al zei, goed in samenspraak en dus van onderaf georganiseerd met de ondernemers zelf. En dan kunnen we nog eens een keer verder praten over langdurige geldverstrekking richting een nieuw op te stellen stichting, waarvan we dus blijkbaar niet duidelijk krijgen, voor nu althans, wat die stichting zou moeten gaan doen en wat die stichting ook kan. Daar ben ik even bij laat voor nu. Okay, dank u wel, meneer Roermond. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Er is veel gezegd over deze nota die voor ligt. De woorden die de heer Oornink heeft gesproken en ook de woorden van de heer Gelling waren grotendeels de vragen die ook bij ons leefden. Ik wil datgene wat nog open blijft, wil ik kort samenvatten. En dat is dat wij graag van het college een mening willen weten over de toekomst van een zelfstandig fysiek informatiepunt. Er wordt veel over geschreven in de stukken, maar feitelijk wordt daar geen mening geventileerd. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Voor de rest is het goed om te zeggen dat wij in de basis achter het college voorstel staan om de komende 3 jaar daar 50.000 euro voor uit te trekken. Maar dan komt toch weer het verhaal om de hoek kijken van de vragen die eerder in deze raad zijn gesteld van ja, waar wordt inhoudelijk dat geld aan besteed? En dat is eigenlijk de kernvraag van de fractie van Op Koers.
punt nu. Tot zover in de eerste ronde, voorzitter. Oké, dank u wel, meneer Botter. En tot slot, de heer Mulder van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste punten zijn al benoemd. Ook wij vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid zijn van mening dat het stuk mager is. Dat het raadsvoorstel daardoor ook eigenlijk incompleet is om een keuze te kunnen maken of in ieder geval te kunnen bespreken. Dus ik zou wat de heer Rodemond ook aangeven graag de portefeuillehouder willen vragen om de juiste stakeholders in ieder geval erbij te betrekken en een knip te zetten in het keuzemoment wanneer er een business case is. Oké, dank u wel, meneer Mulder. Zou ik de portefeuillehouder, de heer Snijders, mogen vragen om op deze hele vrachtvragen een antwoord te formuleren? Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen. En een dossier waar we dit jaar al eerder over hebben gesproken en waar ook destijds een aantal vragen waren, kritische vragen. En ook een onderwerp wat we aan de ene kant heel erg belangrijk vinden, wat bij Hardenberg past. Een van de pijlers onder de economie in onze gemeente. Met richting de 1,2 miljoen overnachtingen. Prachtige kwalitatieve bedrijven in de recreatiesector. En aan de andere kant ook wel vraagtekens, wat is onze rol als gemeente hierin? Nou, en ik neem u toch even mee terug naar het begin, want die is wel heel cruciaal geweest bij de vorige nota. Totstandkoming van de vorige visienota verblijven, vermaken en verbinden. Die nota is er gekomen nadat we een bezuiniging hadden doorgevoerd binnen de gemeente op het taakveld van recreatietoerisme. Waar de ambtelijke capaciteit eigenlijk werd weggehaald. En tegelijkertijd door de raad destijds is gezegd van en daarvan in de plaats geven we 3 jaar lang een budget van 100.000 euro per jaar om de ondernemers zelf aan het roer te zetten. Dat vindt u echt ook terug in de nota zelf. Hè. De ondernemer zijn zelf aan het roer. Zij sturen en de gemeente faciliteert nog slechts. Dat is een hele koerswijziging geweest destijds met die nota. Ik denk een hele mooie nota, een hele goede nota die met het veld zelf tot stand is gekomen. Er zijn allerlei sessies over geweest. En daarmee zijn we op pad gegaan. En daar is ook van gezegd, we zitten niet in het bestuur van de nieuwe stichting Recreatie en Toerisme. Ambtelijk was er een vertegenwoordiging, maar meer als adviseur nog aanwezig. Maar we hadden gezegd, vernieuwend was het, de ondernemers zijn zelf aan het roeren. Daarmee zijn we op stap gegaan en er is ook de keuze gemaakt dat de sector zelf kon bepalen wat ze wilden gaan doen binnen natuurlijk de marges van verblijven, verbinden en vermaken. Dat was de visie die er lag. En dat ging die visie vooral over het type toerist wat je naar deze gemeente kunt trekken, waar je op zou moeten inzetten, zeg maar. Dus er lagen wel degelijk een aantal kaders, maar daarbinnen was het eigenlijk vormvrij. Ja, en nu zitten we dan met de evaluatie. Ik herken veel van wat u zegt, want ik heb er zelf ook wel een bepaald gevoel bij van, goh, is dit nou de meest gelukkige weg geweest? Hebben we hier nou eruit gehaald wat erin zat of had er nog meer uit kunnen komen? Ja, dat weten we eigenlijk heel slecht. We weten alleen dat het goed gaat met de sector, in die zin dat het aantal overnachtingen is toegenomen, het aantal bestedingen ook is toegenomen. Maar misschien had het nog wel veel meer kunnen zijn. En dat is ook heel moeilijk om dat te onderzoeken en aan welke factoren dat nou ligt. Want ligt dat aan het weer of ligt dat aan het gemeentelijk beleid van Hardenberg? Dat is de grote vraag. En ik denk ook niet dat je daar ooit achter kunt komen. Maar betekent wel dat de sector goed heeft gedaan in de afgelopen jaren. En wat ook wel heel belangrijk was, wat ook een uitgangspunt van de nota destijds was, was veel meer verbinding maken tussen sectoren. Of in ieder geval binnen de sector zelf, tussen de verschillende spelers in die sector. En ik denk dat we kunnen concluderen, en dat staat ook in de evaluatie, dat het wel het geval is geweest. Er is minder versnippering gekomen. Uiteindelijk waren er nog 2 organisaties die zich bezighielden met toerisme en recreatie. En nu willen we eigenlijk die volgende stap gaan zetten met elkaar. En daarom is het goed dat er geëvalueerd is. Ik heb ook alle evaluaties die er waren, hebben we ook gewoon aan u beschikbaar gesteld. Hè? Dus dat zijn voor een deel niet onze evaluaties, maar de evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme en de evaluatie van de IP-punt. En we hebben daar zelf onze eigen gemeentelijke evaluatie bij gedaan. Ik denk achteraf
maar dat is altijd makkelijk concluderen, dat je kunt zeggen van nou, naar de toekomst toe, sector blijft belangrijk voor deze gemeente. We willen blijven investeren. Dat is de discussie die we in het college ook hebben gehad. Van, stoppen we ermee of willen we toch in principe nog weer ook met budget ter beschikking stellen? Vinden we dat er nog een rol is weggelegd? Ja, dat vinden we. Maar hoe die eruit komt te zien, dat willen we graag inderdaad. De heer Gelling ging daar ook al op in. Dat vinden we niet zelf van wat het moet zijn, maar dat willen we wel graag met de sector, met de sectoren zelf laten doen. En daarvoor hebben we ook de gedachte nu, niet de gedachte, daarvoor is de kwartiermaker aangesteld. Die nog dit jaar, die is al aan de slag, maar die gaat dit jaar nog die business case verder uitwerken. En die moet eind van het jaar moet die er liggen. Wat mij betreft is dat ook een soort voorwaardelijk iets waarvan we zeggen van nou, aan de hand van die business case gaan we nou daadwerkelijk zeggen van gaan we dat budget ter beschikking stellen aan de sector of niet. En dat heb ik niet in uw handen gelegd. Dat kan, dat mag, dat zou prima zijn. We zouden dat ook terug kunnen geven nog aan u. Maar we beschouwen dat meer als een soort uitvoering. Dat we zeggen, als die business case er ligt, dan kan het college, als de raad dat geld beschikbaar heeft gesteld, onder voorwaarden, dan kan het college, gaat het ook onder voorwaarden dat geld beschikbaar stellen. Is de sector eenduidig? Gaan ze met die opdracht die ze zichzelf hebben gesteld, nu de komende jaren verder en hebben we daar dan €50.000 voor over? En hoe gaan we dat dan doen? Dus met andere woorden, meer regie dan we de afgelopen jaren hebben gevoerd op dit proces. Nadrukkelijk het toch wat dichter bij ons houden om dat te gaan organiseren. Voorzitter, ik heb daar een vraag over. Meneer Rodemond was eerst en dan u, meneer Oding. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de burgemeester, portefeuillehouder, zeggen dat die randvoorwaarden die wij eigenlijk al benoemden, of de knip, zo u wilt, eigenlijk al impliciet in het voorstel zit. Ik heb hem misschien niet gelezen. Is het dan denkbaar dat dit wat explicieter in het voorstel komt, met ook expliciet die randvoorwaarden? Dan durf ik eerlijk gezegd toch wel na te denken over het mandaat wat u vraagt. Maar goed, nogmaals, ik zag hem nu niet zo 1, 2, 3 terug in het voorstel zelf. Dus is dat nog textueel aan te passen? Nou, het is een bespreekstuk op dit moment. En ik vind het prima om te zeggen van, nou, als dat wat duidelijker verwoord moet worden om die knip aan te brengen, dan gaan we dat doen. Ik denk dat dat goed is om te doen. De kwartiermaker is aan de slag. Binnenkort is er een bijeenkomst en we willen eigenlijk voor het einde van het jaar toch bepaald hebben van hoe ziet nou die business case voor de toekomst eruit. Hè? Waar gaat het geld aan besteed worden? Overigens wat mij betreft niet alleen het geld van de gemeente, die €50.000, maar moet er uit de sector, net als de afgelopen jaren, zou daar ook iets tegenover gezet moeten worden waarin zij ook een bijdrage leveren aan het bereiken van die doelstellingen. Die doelstellingen overigens, want dat gaat toch even over de visie. De visienota van de gemeente die ligt er nog. Daar zitten nog steeds goede uitgangspunten in. Maar er zijn ook twee andere visienota's die van belang zijn. Ik heb dat ook eerder gezegd in uw raad al. Dat is het beleidsdocument van de provincie, Gasvrij Overijssel. Dat is eigenlijk ook het document van de sector zelf. Hè, de horeca, de campingsector, de recreatiesector, de vrije tijdsector. Die heeft dat document zelf gemaakt en de provincie heeft daar geld bij gedaan. Dat is een beleidsuitgangspunt. En het tweede is ons eigen vechtdalkompas, waarin ook de beleidslijnen wel degelijk staan. Dat is de inhoudelijke koers aan de hand waarvan de business case ook gaat worden opgezet. En daarin kunt u eigenlijk de lijn vinden van wat moet er met die vrije tijdseconomie in Overijssel en dus ook hier in onze gemeente gaan gebeuren. Wat zijn nou de lijnen die lopen, zeg maar. Dus dat is uitgangspunt al. Dus die visie die ligt er, het beleid dat ligt er. Alleen nu moeten we hem concreet gaan vertalen. Nou, en daarvoor is die business case bedoeld. Meneer Oding. Ja, ik heb nog een vraag. Een van mijn vragen was van terugkijkend, zeg maar, of er voldoende is geëvalueerd en ook eventueel voldoende de regie is genomen. Hè? En ik hoorde de portefeuillehouder zeggen van naar de toekomst toe dat hij voorziet een steviger regierol, zeg maar, voor de gemeente. Dus, maar betekent dat het naar het verleden toe onvoldoende is geweest? Ja, dat is een mooie vraag, of dat onvoldoende is geweest. Ik vind zelf, we hebben destijds een bewuste keuze gemaakt. En dat is nog steeds een heel mooi proces. Hè. Dat was nog, volgens mij zelfs voor de tijd van de participatiegedachte, of misschien net aan het begin. Toen heeft de gemeente Hardenberg het lef gehad, ook uw raad heeft het lef gehad om te zeggen van, oké, we zetten het echt op afstand. En we doen daar maar liefst €100.000 per jaar bij.
Dat was een forse stap, maar het is een weloverwogen keuze geweest om dat te doen. Achteraf kun je zeggen van ja, maar het was wel een sector die toch wel heel erg verdeeld is, waarin de belangen heel erg verschillend zijn, grote spelers, kleine spelers. Waarin mensen wel heel erg, en dat wil ik ook wel gezegd hebben, waarin mensen ontzettend met passie hebben gewerkt aan die opdracht. Vanuit meerdere stichtingen zeg ik erbij, vanuit een vrijwilligerspositie. Ze deden het er allemaal bij. Er was eigenlijk geen professional in dienst. En dat zijn wel randvoorwaarden waarvan je nu na vier jaar moet zeggen van ja, waren dat nou de goede randvoorwaarden? Ik denk zelf, en als je ook de evaluaties leest, nou, dan had dat denk ik anders, zou je dat nu anders doen, zo moet ik het zeggen. We hebben toen geprobeerd, bewust geprobeerd, expliciet in de nota opgenomen, ondernemers aan het roer, de gemeente faciliteert, voert geen regie. Ik sta nu op het standpunt dat ik zeg van nou, de volgende, hè, als we dit doen, zeg maar, met elkaar, dan vind ik dat we als gemeente toch iets meer die regie aan ons moeten houden. En dat we inderdaad wat sterkere randvoorwaarden aan de voorkant moeten stellen van wat vinden we nou dat er moet gebeuren. Ja, ik ga nog even in op een aantal vragen die er nog leven, voorzitter. Een van de vragen die heel veel mensen bezighoudt, en dat vind ik wel weer heel bijzonder, en ik zeg er ook maar bij, dat is toch elke keer die dwars door die veel grotere discussie heen gaat, is het informatiepunt fysiek zelfstandig zou moeten blijven. Zo staat het, geloof ik, fysiek zelfstandig. Ik vind dat eigenlijk jammer, want die discussie die gaat al 2 jaar lang gaat die door het grote verhaal heen van waar wil je nou naartoe eigenlijk met deze sector? Wat moet er gebeuren om die sector betekenisvol te laten blijven, hè? Om een brood mee te kunnen laten verdienen naar de toekomst toe? In mijn beleving is een fysiek informatiepunt dus één van die onderdelen daarvan. Maar er zijn ook andere onderdelen die minstens net zo belangrijk zijn. Dus wat mij betreft, en ik heb dat eerder gezegd, dat zal u niet verwonderen, kan je best, een informatiepunt kan een hele goede toegevoegde waarde hebben. Dat is denk ik ook geweest de afgelopen jaren met een prachtig informatiepunt wat we hier hebben. Maar als je moet kiezen tussen wat ga je nou doen, waar besteed je nou je geld aan en wat voor effect heeft dat en wat heeft nou het meeste effect, dan heb ik daar zelf wel vraagtekens bij. Maar goed, dat is de sector zelf die daarover zou moeten gaan om te zeggen, well, ja, wat vinden wij nou belangrijk? Maar wat ik weet uit de landelijke sector die daar komt, is dat men zegt van ja, een fysiek punt, dat kan, maar wees wel heel voorzichtig met het geld wat je daarin steekt. Want je kan het ook op een andere manier organiseren om de verbinding met je publiek te maken. Dus volgens mij is dat ook een van de discussiepunten waar we het over moeten hebben. Je zou best een fysiek punt kunnen hebben, maar hoeveel geld heb je daarvoor over en kun je ook slim combineren? We hebben daar eerder over gesproken, hè? Kan dat ergens ondergebracht worden, kun je samen optrekken. En ik merk op, op heel veel campings in onze gemeente zijn die fysieke informatiepunten zijn er al gewoon in de vorm van de baliefunctie bij de verschillende campinghouders of dan wel in een winkel ergens. Devensvaart kent een gezamenlijk punt en ook Gramsbergen in een museum is ook een informatiepunt, maar dat is gecombineerd met het museum. Dus ik vind dat je daar heel kritisch naar moet kijken, maar ook, de heer Gelling noemde dat ook al en dat vind ik ook terecht, dat moet je ook vooral met de sector zelf in overleg gaan van hoe die daar tegenaan kijken. En als de sector zegt van wij zien daar meerwaarde in, ja, dan denk ik van nou, volgens mij moet je daar dan wel open voor staan. Dus dat punt is een van die onderdelen wat ook de komende maanden verder uitgewerkt moet worden. Maar laten we daar wel heel kritisch op zijn. Marketing. Is ook een ander onderdeel van dat verhaal. Marketing is erg belangrijk. De grotere campings, de grotere recreatiecampings in ons gebied besteden ongelooflijk veel geld en capaciteit aan marketing. En dat maakt ook het verschil. En daarnaast doen we in gezamenlijkheid de Vechtdal-marketing. Die Vechtdal-marketing is heel wezenlijk om ook vooral vanuit Nederland, zeg maar, de mensen in ieder geval naar hier te krijgen. Daar begint de zogenaamde guest journey, de gasttournee, om het zo maar te noemen. Die begint bij Vechtdal Marketing vanuit Nederland en die komt dan uiteindelijk terecht hier in Hardenberg. We hopen althans in de gemeente Hardenberg dat de mensen hun tijd daar doorbrengen. En dan moet je kijken vanuit de sector hier zelf van hoe laten wij die gast hier nou ook een mooie beleving krijgen. En wat is er dan te doen? Mooie winkels, mooie evenementen. Cultuur, natuur, dat moet je vooral
volgens mij organiseren vanuit de nieuwe stichting die er zou komen. Dus marketing is daar een heel wezenlijk onderdeel. Maar ik zeg er ook bij, marketing wordt ook gedaan vanuit het Vechtdal marketingperspectief. En dat moeten we ook vooral daar laten in mijn beleving. Wonen en werken was ook een vraag. We hebben het informatiepunt, denk ik, 3,5 jaar geleden opgericht. Enthousiast van start gegaan. Mooi ingericht. Veel mensen op bezoek geweest. Maar wat we hebben geconstateerd, dat heeft u ook gelezen in de evaluaties, is dat wonen en werken op dat punt, vanuit het informatiepunt, minder uit de verf zijn gekomen. Het was toch vooral het toeristische spoor wat sterk was en wat sterk is gebleven. En wonen en werken is vanuit het IP minder bediend. Maar aan de andere kant moet ik daar ook bij zeggen, ja, dat wonen en werkspoor, dat hebben we vooral zelf, zijn we dat blijven doen vanuit de gemeente, vanuit de campagne De Kracht van Gewoon Doen. Want die campagne is van de gemeente. En die hebben we ook altijd nog aan ons gehouden, omdat dat wonen en werkspoor ook heel erg sterk bij de gemeente hoort. Omdat we de woonprogramma's en de woonevenementen die we allemaal hebben gehad. Nou, de portefeuillehouder die heeft afgelopen vrijdag ook nog weer zo'n mooi woonevenement in Dedemsvaart gehad. Dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gedaan. Allemaal onder de noemer van Kracht van Gewoon Doen. Dus dat is heel erg bij onszelf gebleven. En het economiespoor is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat is ook vanuit de portefeuillehouder economie gedaan. Dus dat is ook bij ons gebleven. Dus in die zin is er geen leemte gevallen, geen gat gevallen. Maar is dat heel mooi opgevuld. En nou, naar de toekomst kijkend denk ik dat het verstandig is om die twee sporen ook vooralsnog bij de gemeente te houden. Dus echt te focussen om dat toeristisch-recreatieve spoor goed neer te zetten met elkaar. En de randvoorwaarden die zijn er. De mensen die willen. En dat beeld heb ik ook van de partijen. We hebben daar het afgelopen jaar over gesproken. Men heeft gezegd van laten we toegaan naar één stichting. Dat is volgens mij ook hartstikke oprecht. En over de invulling daarvan, dan moeten we met een kwartier maken en in de sector gaan kijken van ja, en welke mensen moeten dan aan boord komen in die nieuwe stichting. Hè? Wie kan die kar trekken en wie wil die kar trekken om dat verder te brengen? Ik kijk nog even of er nog andere vragen lagen. Volgens mij, ja, de vraag van de evaluatie van de ChristenUnie over de verdubbeling van die ton. Ja, dat is wel een boeiende. We hebben dat niet. Kijk, we hebben geen urenstaatjes bijgehouden van de inzet van de vrijwilligers en de mensen die betrokken zijn geweest. Maar ik kan u wel zeggen dat echt fenomenaal is geweest. De inzet die mensen hebben gehad om de verschillende activiteiten te organiseren, de stichting te ontwikkelen en alles daarin te doen wat nodig was. En in de nota, op de visienota stond ook, het hoeft niet in geld te zijn, maar het mag ook in uren zijn. En ik denk, nogmaals, we hebben dat niet in urenstaten bijgehouden, maar de inzet van vrijwilligers, voor beide stichtingen overigens, is denk ik gigantisch. Of niet, dat denk ik niet, dat weet ik gewoon, is enorm geweest. Dus we hebben ook gezegd van nou, in die zin is daar ook wel is daar het nodige tegenovergesteld, tegenover het bedrag wat wij als gemeente hebben beschikbaar gesteld. Volgens mij, voorzitter, ben ik daarmee door het verhaal heen. Een toezegging wat mij betreft om in het stuk nog even scherper de knip aan te brengen, dat we wel geld aan uw raad vragen nu om dat toch te gaan oormerken. Maar dat we daarin gaan stellen van, maar er zitten een aantal ontbindende voorwaarden aan. En laat het college nou toezien op die voorwaarden dat die ingevuld gaan worden. Met die toezegging zou ik willen afsluiten. Oké, dank u wel, meneer Snijders. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, meneer Roermond, meneer Gilling, meneer Nijhoff, Olink. Oké, de heer Gilling. Ja, voorzitter, dank u wel. Een heel verhaal en we twijfelen absoluut niet aan de goede bedoelingen van de oude stichting, als ik zo mag zeggen, of de inzet. Maar ter zake van de nieuwe, daar zit toch wel wat zorg. Want het heeft er wel veel van dat u oude wijn in een nieuwe fles probeert te stoppen. En ik denk niet dat dat een goede opzet is. Maar bovenal vraagt mijn fractie zich eigenlijk af wat u nou precies wilt. Hè? Want voor uw eigen beleid, hè, voor het Vechtdal Kompas en dergelijke, daar heeft u toch geen stichting voor nodig. Daar hebt u uw eigen apparaat voor. En dan hoor ik u zeggen dat een van de centrale vragen gaat worden, waar gaat het met de sector naartoe? En als de vraag, ja, is dat nou de taak om daar zelf de regie in te nemen? Want daar hebben de ondernemers al een rekenrol voor.
Die is heel druk als belangenbehartiger bezig. Daar worden ook heel veel visies ontwikkeld. Sterker nog, hier in Huidenberg worden grote beurzen georganiseerd ter zake van de recreatie, waar het naartoe moet en wat de huidige stand van zaken is. Dus de vraag concreet, ja, wat moet die stichting daar nog aan toe gaan voegen? Nog los van de vraag, u zei het net al, wie gaat dat doen? Hè? Want het enthousiasme zal wat getemperd worden door de kritiek ter zake de stichting die er nu was. Maar heel duidelijk, ja, wat wilt u nog precies? Want samen ondernemers, deze recreatieondernemers, die zouden toch ook zich moeten kunnen vinden in het ondernemershuis. Hè? Daar zouden heel veel vragen al moeten kunnen worden opgelost, veel gefaciliteerd kunnen worden ter zake onderling overleg, verbeteringen enzovoort. Ik hoor u zelf zeggen dat er heel veel verschillen zijn in standpunten, in bedrijfsvoering, en daarmee lijken de verschillen groter dan de overeenkomsten. Dus wat wilt u nou precies? En dat vind ik toch de visie en de strategie die er ontbrak in het verleden en die ik nog steeds niet heel duidelijk hoor voor de toekomst. Waarom moet die stichting er komen? Ten meer omdat ik ook nog in de evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme lees dat zij zelf eigenlijk adviseren om een hele sterke marketeer aan te nemen. En daarmee lijkt het toch, en ook daar zit toch voor ons wel een voorkeur in, om een iets van een recreatiehuis te hebben, een fysiek punt toch wel en waar, daar moeten we het over hebben, maar waar mensen zich kunnen melden, waar misschien een hele goede marketeer zit. Hoeveel ingewikkelder wilt u het uiteindelijk maken? Oké, dank u wel, meneer Gelling. Meneer Rodemans. Voorzitter, dank u wel. Rest er mij één hopelijk simpele vraag. En dat gaat over de regierol van de gemeente. Hoe wordt die ingevuld? Is dat een uitzetting van de formatie van de BOH? Gaat dat binnen de BOH zelf gevonden worden? Nou ja, dat soort vragen. Oké, dank u wel, meneer Rodemond. Meneer Nijhoff. Ja, ik heb nog twee vragen. Aan de ene kant, ik ben nog niet volledig overtuigd van het draagvlak van de sector. De volgende vraag is van, de portefeuillehouder geeft aan dat de regierol van de gemeente die moet groter en sterker worden. En bij het IP-punt geeft hij aan van, ja, er wordt een keuze van de sector. Nou, misschien kan hij daar nog nader toelichting op geven. Dank u wel, meneer Nijhoff. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie wil ik... Nou, heb ik nog een aanvullende vraag. En dat zit met name in een opmerking over... Om goed te kunnen samenwerken, moet de gemeente van verschillende organisaties de geldstromen inzichtelijk maken. En ik was ook wel even benieuwd in het totaal. Hè? Want je zag op een gegeven moment ook een stichting recreatie weer geld of subsidie geeft aan stichting IP. Dus ik ben ook wel even benieuwd hoe dat zeg maar straks ook in een stuk terugkomt en wat de portefeuillehouder daarvan ideeën heeft. Dus dat is nog even aanvullend. Ja, dank u wel, meneer Horing. Meneer Snijders. Ja, nog een aantal vragen die zijn blijven liggen. Toch nog even scherper proberen te krijgen. De vraag van de VVD. Wat er nou gaat gebeuren, wat zo'n stichting nou, wat de toegevoegde waarde zou zijn, zeg maar, en waarom dat dan moet gebeuren. De bedoeling is dat de nieuwe stichting aan de slag gaat met de marketing hier ter plekke. Dus het verkopen, zeg maar, van als de gast hier is, wat is er dan te beleven, wat is hier dan te doen? Dat zie je ook nu terug op de website van Hardenberg. Overigens nu nog twee websites, Visit Hardenberg en De Kracht van Gewoon Doen. We hebben gezegd, die gaan in elkaar schuiven. Daar is men nu al mee bezig, dat loopt al, dat werkt al. Maar daarin zie je kun je zien wat de gast hier, wat er te doen is. Welke evenementen er zijn. En dat moet bijgehouden worden, dat moet georganiseerd worden. Dat moet bij elkaar komen. Het tweede wat daarin aan de orde is... Ja. Sorry, ik onderbreek maar. Even een hele korte vraag. Ik heb in de voorbereiding van dit stuk ook eens even een beetje gegoogeld. Maar ik kom er toch echt wel websites tegen waarop alle evenementen van Hardenberg met daarbij foto's toch prima gepresenteerd worden. Dus ik ben even aan het zoeken van, wat willen we nou nog als aanvulling qua website? Want u begint er zelf over, want daar ben ik echt wel benieuwd naar. Want volgens mij is dat er al. Maar... Ja, er is heel veel. Er is veel te veel. En er zijn heel veel dubbelingen. En wij willen juist die versnippering tegengaan. En dat is wat de sector ook wil. Dat is wat we ook te horen krijgen uit de sector en van de verschillende promotiestichtingen. Die we ook al, dat is ook iets wat bereikt is de afgelopen jaren, die werkten langs elkaar heen. Op verschillende momenten werden er mooie evenementen georganiseerd op gelijktijdige momenten, zeg maar. En het is nu zelfs zo dat
Devensvaria, Gramsbergen, Hardenberg, die zitten om tafel om de evenementen op elkaar af te stemmen. Dat doe je fysiek, maar dan kun je ook via de website moet je dat bij elkaar gaan brengen. En dat is een wens, ook vanuit de sector zelf gekomen, om te zeggen van ja, als je nou op één plek kunt zien wat er te doen is, dat is voor de gast heel handig, maar dat is voor onze eigen inwoners ook heel handig. Dus dat is juist die bundeling die we willen aanbrengen en die dus nu nog een stapje verder moet komen door deze stichting. En dat is nogmaals op verzoek van de sector zelf. Het tweede, ja, belangenbehartiging. De rekening die is er wel, maar de rekening die gaat alleen maar over algemene belangenbehartiging. En die gaat niet over de belangenbehartiging van Hardenberg als sector. Dat interesseert ze niet zo heel erg veel. Zij gaan over de toeristenbelasting, maar dan voor de hele sector. En als hier in Hardenberg toevallig de toeristenbelasting te hoog wordt, dan komen ze. Maar anders zien zij geen rol hier weggelegd. Dus ook die belangenbehartiging naar de gemeente toe, maar bijvoorbeeld ook in de regio, zou vanuit die stichting kunnen worden opgepakt. Hè. Wat mij betreft ook niet de belangrijkste, maar er is wel één waar wel behoefte aan is om te zeggen van ja, hoe positioneren wij nou onze sector in dit gebied? Ja, en de derde noem ik toch nog maar even weer die product-marktcombinaties. Productontwikkeling, dat is wel een hele cruciale. Want innovatie staat aan de, aan de voet zeg maar, van de doorontwikkeling van de sector. Hoe ga je daarmee om? En nogmaals, dat gaan wij niet doen als gemeente. Maar de stichting kan dat wel faciliteren. En daar zou je ook wat geld beschikbaar kunnen hebben. Hè? Wat er bijvoorbeeld gebeurt nu in die sector, is dat de Duitse markt, zeg maar, nou ja, die is wel al ontdekt. Maar hoe bedien je nou die Duitse markt? Dat is innovatie, dat is productinnovatie. Want die Duitse gast, die komt op heel andere momenten dan de Nederlandse gast. En daarmee maak je het seizoen langer. En daar is nu de eerste ervaringen zijn daarmee opgedaan hier. En dat bevalt heel goed. Nou, dat zijn zowat product-marktcombinaties waar je aan zou kunnen denken. De zorgsector, afgelopen voorjaar, ook met hulp overigens van provinciaal geld, zijn er zorgappartementen geopend op de Klimberg. En zo zie je op verschillende plekken binnen de vrije tijdsector in Hardenberg. De Zwiezenborg is daar een mooi voorbeeld van. Dat zijn initiatieven waarvan je zegt van ja, dat biedt nieuwe doelgroepen kansen. Nou, dat zou je in de gezamenlijkheid als sector, dat zou een coördinator van die sector kunnen oppakken. Maar dat is ook iets, hè, ik zeg het nu, omdat ik het hoor vanuit de sector zelf, die willen daar wat mee, die moeten daar wat mee. Maar daar moet je naar kijken. En in mijn beleving zou een coördinator, zou dat, waar we het afgelopen jaar hebben gezien, dat er vooral vrijwilligers waren die dingen bij elkaar brachten buiten hun eigen werk om. En dat het heel moeizaam ging, dat je volgens mij vooral daarop zou moeten inzetten dat de coördinator dat faciliteert naar het bedrijfsleven toe, naar de sector zelf toe. Ik kijk nog even, de ChristenUnie had een vraag over geldstromen. We hebben een geldstroom, was er naar de Stichting Recreatie Toerisme, die is gestopt, zeg maar. Dat is het laatste jaar en het geld zeg maar, wordt nu... budget is bijna op. Dat geldt ook voor het IP. En voor het IP hebben we ook geen nieuwe geldstroom op dit moment beschikbaar. Dat zou onderdeel uitmaken van die 50.000 euro om te zeggen van doe dat nou in één stichting. Stel daar een randvoorwaarde aan en ga daar dan mee aan de slag. Ja, en voor het overige is er wat handgeld, zoals ik het noem, voor het Vechtalkompas beschikbaar. Om ook wat initiatieven te stimuleren zoals die hier zijn binnen het Vechtal. En dat doen we met een half FTE op dit moment vanuit de gemeente Hardenberg. De bestuursdienst levert een half FTE voor toerisme en recreatie. Dat is waar wij het mee doen op dit moment. Dat was het, voorzitter. Oké, dank u wel. Voorzitter, ik heb nog even één vraag. Misschien aanvullend. En dat is ook een beetje naar de totale, discussie van zoals we die nu gehad hebben. En ook een aantal vragen die gesteld zijn. Ik hoorde portefeuille op een gegeven moment zeggen van dat hij nog wel overweegt om een aantal om zaken nog even wat klip en klaar ook met betrekking tot die business case scherper te krijgen. Is dat wellicht aanleiding om zeg maar dit stuk wat nu voor ligt, of de raadsvoorstel wat nu voor ligt, om die verder aan te scherpen? Om die te vernieuwen of met een nieuw voorstel te komen? Of komt er nog een aanvulling op? Wat is daar eventueel uw beeld daarbij? Voorzitter, wat mij betreft komt daar een aanvulling op. We hebben een opdracht geformuleerd voor de kwartiermaker en die ga ik verwerken in het voorstel zoals het er nu ligt. Waarbij mijn voorstel aan u zou zijn om het mandaat te vragen als college om als u dat goed vindt, die opdracht die wij dan aan u kenbaar maken, die zal ik in het raadsvoorstel meenemen. Dan kunt u zien wat is die opdracht nou geweest
Maar dan vraag ik het mandaat neerleggen bij het college om dat verder af te handelen dan, zeg maar. Maar heeft u er wel inzicht in? En als u zegt van ik wil er toch wat van vinden of ik ben het er niet mee eens, ja, dan hoor ik dat wel en dan gaan we dat aanpassen. Er lag ook nog een vraag van het CDA, van de heer Nijhoff. Alleen ik ben even kwijt, het ging over geld. Nee, het ging over de sector. De eerste was het draagvlak in de sector. En de tweede was de regierol van de gemeente, die wordt sterker. Aan de andere kant zegt u van het IP-punt, dan moet de sector zelf maar gaan bepalen hoe ze daarin willen eigenlijk. Ja, de IP-punt, wat mij betreft komt er een business case van hoe gaan wij nou verder met het toeristische recreatieve product in de gemeente. En wat is daarvoor nodig? En het IP is daar een onderdeel van, wat mij betreft. Een van de onderdelen waar je het over moet hebben en waar je een uitspraak over moet doen. En het draagvlak zullen we de komende maanden gaan onderzoeken bij de sector zelf. En dat gaat de kwartiermaker doen. En wat mij betreft, als het nodig is, dan gaan we daar ook een grote oploop over organiseren. Wij weten natuurlijk nu wel ook wel hoe die sector erover denkt. En dat is nog geen sinecure, zal ik u zeggen, hoor. Maar dat is ook wel dat je ook ziet hoe lastig het is. Want we hebben hele grote spelers. Een attractiepark Slagharen of de grote campings hier in Hardenberg. Maar we hebben ook hele kleine bed-and-breakfast initiatieven. Of kamperen bij de boeren initiatieven. En daar zitten hele grote verschillen tussen. Maar we proberen wel die lijnen bij elkaar te krijgen in de zin van, goh, maar wat is nou, wat helpt nou iedereen in dit gebied? Nou, dat is wat er in de opdracht zit. Meneer Gelling. Ja, voor zo'n een hele korte praktische vraag, want ik hoorde net iets over een knip die aangebracht gaat worden. Wordt er nu iets geknipt en wat is die knip precies? Ja, D66 had het over een knip. Knippen en scheren misschien, maar het knippen, laten we daar eerst maar eens over hebben. Het knippen zit hem volgens mij in de bedoeling van om de opdracht ook nog even scherp bij uw raad neer te leggen. En de knip zit hem in dat in het voorstel ga ik aangeven van wat we nu precies in die business case vragen. Zodat u daar inzicht in heeft. En volgens mij bedoelt de heer Rodemond met die knip van dat hij daar akkoord wel of niet op geeft. En dat is dan de knip of het scheren. Oké, dat is helder. Voorzitter, ik heb toch nog de vraag van de ChristenUnie. Dat heeft mij ook wel wat aan denken gezet. En de vraag van de heer Nijhoff zojuist ook. Van, hoe kun je nou aan de ene kant zeggen van, de evaluaties zijn tot daaraan toe. We moeten meer toe naar regierol voor de gemeente. En aan de andere kant, als het gaat om de uitwerking. Die we, denk ik, en of we daar nog zelf bij waren of niet, goed gemist hebben in het verleden. Hoe kun je die dingen nou naast elkaar leggen? Meer regie en toch meer overlaten aan de sector. Volgens mij is dat nou net het punt waar het in het verleden qua verwachtingsmanagement misgegaan is. Dat de verwachtingen die hier hebben geleefd met de visie op recreatie en toerisme niet hebben gebracht wat wij gedacht hadden. En of dat nou aan de zender of de ontvanger ligt, dat zijn allemaal discussies waar we nog heel lang met elkaar over kunnen spreken. Maar ik zou het wel heel bijzonder vinden dat als we juist na de afgelopen 3 jaren zeggen die 50.000 akkoord en de invulling die laten we aan de sector of aan het college, dat zien we TCT wel terug. Dat vind ik een hele bijzondere. En ik wil daarbij wel benadrukken dat die 50.000 voor de sector, dat staat voor ons niet ter discussie. Het is een belangrijke sector in onze gemeente, belangrijk voor onze economie. U heeft zelf ook altijd gezegd, hè, meer dan 1 miljoen overnachtingen op jaarbasis. Dan zou ik zeggen, mensen, volgens mij, maar dan kijken we ook naar de andere fracties, zijn we over het bedrag helemaal niet ontevreden. Dat kunnen we ook prima bij de begroting vaststellen. Maar laten we op heel korte termijn met een plan komen waarin doelstellingen staan en waarin uitgewerkt wordt wat voor ons belangrijk is in recreatie en toerisme om de gebeurtenissen uit het verleden niet opnieuw te laten plaatsvinden. Ik zou daar toch echt een dringende oproep voor willen doen. Oké, dat is helder. Dan gaan we over naar het punt van moet het naar de mevrouw Van den Hoek, u had ook nog een vraag. Ga er gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag hier iets op aanvullen, als het mag. Als we dan toch op die wijze gaan kijken, waar wij als fractie een groot voorstander van zijn, hoe meneer Breukeman dit brengt, zouden wij het op prijs stellen als het direct dan meegenomen zou kunnen worden, of dit past binnen de detailhandelstructuurvisie, zodat alle stappen die wij zetten aan elkaar gelinkt en gehaakt kunnen worden. Wilt u daar nog op reageren?
Ja, nou ja, dat wil ik wel. Overigens stond die ook al in de visienota van de gemeente. Daar is ook iets gezegd over een aantrekkelijk winkelcentrum dergelijke. Dus die verbinding zal er wel zijn. Dat geldt overigens ook dan de cultuurnota volgens mij. Maar ik wil hem toch de opdracht, en dat is ook wel het risico wat erin zit, in hoeverre ga je in de uitvoering zitten. Want je wilt inderdaad wel doelstellingen, of je wilt wel weten wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd wil je de sector zelf ook gewoon erover laten gaan wat zij denken wat belangrijk is. Volgens mij kan het heel goed samengaan als die opdracht, als die gewoon scherp en helder geformuleerd is van wat er, wat de kwartiermaker zeg maar nu gaat ophalen uit die sector zelf. En volgens mij ga je daar ja of nee tegen zeggen. Ja, en ik vraag u dat wel. Kijk, u mag dat zelf ook doen, maar volgens mij daar zit ook wel een aantal uitvoeringselementen in. Maar ik snap ook wel dat u als raad zegt van ja, we willen wel een aantal dingen weten waar we nou dat geld aan geven. En misschien komt daar ook wel uit dat de sector zegt van ja, we hebben aan die 50.000 hebben we niet genoeg. Dat moet meer of minder zijn. Nou, dat halen we dan op. Maar wij willen wel, maar nog één ding toevoegen, voorzitter. We willen wel door nu. In de zin van dat de sector niet stil komt te vallen, maar dat we wel doorstappen. En ook met een nieuw stichtingsbestuur, zeg maar. Meneer Broek. Voorzitter, met uw goedkeuring. Wij willen ook door, dat is hartstikke helder. En het bedrag, heb ik net zojuist gezegd, zijn we ook hartstikke helder over. Maar waarom zeggen we niet als raad hier met elkaar die 50.000? Dat vinden we akkoord, maar de invulling zien we graag concreter en met meer doelstellingen dit jaar nog in een nieuw raadsvoorstel terug. Meneer Breukelman, als ik mag, voorzitter. Volgens mij is daar een toezegging op gedaan dat er een helder en duidelijk actieplan komt. Ja, hooguit kan je nog wat debatteren over rolverdeling tussen de sector en de gemeente zelf. Die is nog te discussiëren, maar als dat ook in het actieplan komt, is het wat mij betreft gewoon volstrekt helder dat met de toezegging van de portefeuillehouder uw vraag beantwoord wordt. Ja, voorzitter, ik luister altijd nauwer naar de portefeuillehouder. En als er een toezegging was geweest, dan had ik hem ongetwijfeld gehoord. Er zijn zeker zaken gezegd, maar niet in de vorm van een nieuw raadsvoorstel of een nieuw raadsbesluit. Dat heb ik niet gehoord. Voorzitter, dat valt me wel vaker op, dat de fractievoorzitter van het CDA niet altijd goed naar mij luistert, maar ik kan het nu gelukkig nog corrigeren. Nee, maar neemt u een stuk dan terug? Nee. Wat ik heb toegezegd, maar misschien ik sprak te veel naar de linkerkant en minder naar de rechterkant. Wat ik heb toegezegd is dat ik het voorstel aanvul met een heldere opdrachtformulering die we aan de kwartiermaker hebben gegeven van wat wij naar voren willen halen uit die sector. En dat leggen we terug aan uw raad. Dus dat komt in het voorstel, komt het erbij. En dan vraag ik wel of u, als u zegt van nou, die opdracht die ziet er goed uit, ga daarmee aan de slag, dan kunnen wij door. Dat zien we nog voor de jaarwisseling? Nou, sterker nog, volgens mij binnen 14 dagen, wat mij betreft. Dus dat is. Kijk aan, meneer Broekman. Ik zie u gewoon helemaal blij worden. Dank. Kunnen we hiermee dit agendapunt afsluiten? Niet nadat ik heb gevraagd of dit een bespreekpunt zou moeten worden of een hamerstuk. Ik denk dat het een bespreekstuk moet worden, ja. Oké, doen we dat. Even punt van orde. Is er behoefte aan een schorsing of zullen we met het laatste agendapunt of één laatste agendapunt verder gaan? Geen behoefte aan schorsing? Dan 5 minuten? Oké, dan schorsen we voor 5 minuten. Dames en heren, de 5 minuten zijn zo ongeveer verstreken. Ik vraag u om weer aan tafel te komen. Oh, 5 minuten is 5 minuten. Dan geef ik nu het woord aan de heer Brink. Goed, agendapunt 6. Neem aan dat de heer Brink hier wat over wil zeggen, maar wie wil hier nog meer over het woord voeren? Meneer Van der Grampel. Meneer Rodemond. Meneer Gelling. Mevrouw Kloekhorst. Mevrouw Van der Hoek. Mevrouw Kloekhorst. Meneer Brink, sorry, neem me niet kwalijk. Ik zou het erg fijn vinden, voorzitter, als ik zelf even een korte toelichting mag geven op dit
initiatiefvoorstel wil ik hier vanavond aan u presenteren namens de CDA-fractie van Hardenberg. Het is al veelvuldig gevallen vanavond, de kreet, de kracht van gewoon doen. En het zijn met name onze inwoners die handen en voeten geven aan deze slogan, zoals je dat noemt. En die daarmee ook een belangrijke succesfactor vormen als we kijken naar het waarmaken van de ambities die onze gemeente heeft. En personen die zich op een unieke wijze verdienstelijk maken voor onze samenleving, die kunnen op dit moment al in aanmerking komen voor een decoratie. Dat kan bijvoorbeeld middels een lintje van de koning, of bijvoorbeeld door uitgeroepen te worden door de gewoondoener van het jaar. En natuurlijk, meneer de voorzitter, kennen wij ook nog de vrijwilligersprijs. Maar na het uitvoerig onderzoek die wij als CDA-fractie hebben uitgevoerd, blijkt dat uit cijfers blijkt dat jongeren niet of nauwelijks in aanmerking komen voor een decoratie. En waar ligt dat dan aan? Zijn de jongeren wel te vinden of melden ze zich simpelweg niet aan? Onderzoek bij jeugdwerk, want die hebben wij uitvoerig betrokken bij de vorming van deze plannen, leert ons dat er wel degelijk behoefte is aan een onderscheiding speciaal voor jongeren. En daarom, meneer de voorzitter, zijn we bezig gegaan met het vormgeven van dit initiatiefvoorstel. Want hoewel het zo is dat er meerdere gemeentes zijn die een jeugdlintje hebben, is het niet zo dat wij dit plan hebben gekopieerd en hebben geplakt hier in Hardenberg. Er is wel degelijk over nagedacht en er is, zoals ik al zei, grondig onderzoek gedaan. Daarom hier een jeugdlintje, waarbij wij aansturen op het uitreiken van 5 jeugdlintjes per jaar, te beginnen in 2017, voor jongeren in een leeftijd tot 18 jaar. En deze lintjes worden uitgereikt door de burgemeester. En het jeugdlintje, meneer de voorzitter, is niet iets dat alleen maar past bij de mentaliteit van onze inwoners. Het is ook zeker iets dat past bij de identiteit van onze gemeente. Want handen en voeten geven aan de kracht van gewoon doen, daarmee kun je wat onze fractie betreft iets vroeg genoeg beginnen. Tot zover een korte introductie. Dank u wel, meneer Brink. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie vindt het voorstel wat meneer Brink doet namens de fractie van het CDA sympathiek. En om die reden hebben hij en ik ook in september al even van gedachten gewisseld over dit onderwerp. U noemt het nu ook weer, het vooronderzoek naar een dergelijke onderscheiding. En u noemt daarbij het jeugdwerk. Ik heb daarbij de volgende vraag. Wat is nou de gewenste uitwerking hiervan? Dat benoemde u al in de eerdere communicatie die we hebben gehad van zo'n onderscheiding. En de behoefte en draagvlak onder jeugdigen zelf. U benoemt het jeugdwerk. Maar hoe groot is het onderzoek geweest onder jeugdigen zelf? Dus de behoefte en draagvlak onder de jongeren zelf. Daar zou ik graag een nadere toelichting over willen hebben. En u zegt het net zelf al, er zijn bestaande initiatieven in Hardenberg, de gewoondoener van het jaar. Is het niet goedkoper, efficiënter en effectiever om daarbij aan te sluiten met een uitreiking voor jeugd en hiervoor de criteria aan te passen of te wijzigen? En ik zou graag nog een reactie van de portefeuillehouder willen hebben. Ja, dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Het is een heel mooi initiatief. Ook ik heb met de heer Brink kort gesproken over zijn plannen hieromtrent. En ik was eigenlijk vrij snel enthousiast. En even los van de uitvoerigheid van uw onderzoek, en denk ik dat het sowieso een goed idee is om jongeren te waarderen voor het werk wat ze doen voor deze gemeente. Dus, waardering ook voor dat u daar ook veel tijd in heeft gestoken om te kijken van ja, hoe gaan we dit verder ook vormgeven. Mijn vraag is eigenlijk van een iets andere orde dan ook, want het voorstel aan zich dragen wij wel een warm hart toe. Ons beeld is meer van, kunnen wij dan ook de aandacht voor de jongeren wat meer verbreden in deze gemeente? We hebben het al eerder gehad over bijvoorbeeld een jongerenraad, waarin mensen ook wat beter en actiever kunnen meepraten over het beleid wat hen aangaat. En daarop graag een reactie van de fractie van het CDA. Ja, dank u wel. Meneer Gelling.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij, de VVD-fractie, was al erg enthousiast over het voorstel. Spijtig overigens dat iedereen benaderd schijnt te zijn voor het uitdelen van lintjes, behalve mijn fractie, alsof wij daar tegen zouden zijn. Voorzitter, kleine onderbreking. Ik heb uw collega die twist toen links van u zit, heb ik gebeld. Oh, dan moeten we toch eens een keer een vergadering houden, voorzitter. Dat we dit soort, informatie ook gaan delen dan intern. Ik heb niks gezegd. Ik kom terug. Wij vonden het voorstel al sympathiek. En na de inleiding van meneer Brink zouden wij willen zeggen, niets meer aan doen. Volle hosanna en gaat u vooral zo door. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Waarschijnlijk vond mijn voorzitter het zo sympathiek dat hij het vergeten was dat ik het hem gezegd had. Oké. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben met de heer Brink het genoegen gehad om hierover te hebben. En natuurlijk hadden wij ook vragen. En die komen één op één, denk ik, goed overeen wat mevrouw Kloekhorst net in het midden bracht. Het heeft wel gemaakt dat wij toen zelf zijn gaan onderzoeken bij de jongerenwerkers en bij de jeugd hoe dit nou zou vallen en of er inderdaad behoefte is. Het was goed om te horen van de jongerenwerkers hier in de gemeente Hardenberg, dus niet alleen in de stad Hardenberg, maar ook in Delenswaard en omstreken, dat er absoluut behoefte is aan erkenning vanuit de jeugd voor wat zij doen. Of het nou kleine of grote dingen zijn. Waarvan akte. Ook heb ik gevraagd aan een jongere in het bijzonder, van goh, stel nou dat jij voor wat jij doet voor andere kinderen nou een lintje zou, als dat oplevert, zou je dat dan als gewoon doener willen doen? Of is het eigenlijk wel fijn als je daar speciaal voor de kinderen dat krijgt? Het antwoord was nou, het is wel fijn als ik het speciaal alleen voor kinderen doe, maar misschien doen andere kinderen daar dan ook wel wat mee. Dus wij zijn erg verheugd met dit voorstel en zijn ook heel erg benieuwd naar antwoord van de portefeuillehouder over hoe hij erin staat. Dank u wel, mevrouw Van Doek. Meneer Van der Gram. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich een sympathiek voorstel van de fractie van het CDA. Maar toch staat de ChristenUnie er wat sceptisch tegenover. Voorziet dit initiatief wel in een behoefte? Is er een probleem dat hierdoor wordt opgelost? Wij zien nut en noodzaak nog niet zo duidelijk. Meneer Brink, u geeft zelf aan in uw voorstel dat personen, dus ook jongeren, die zich op unieke wijze verdienstelijk maken, al in aanmerking komen voor een decoratie of een waardering. Nou, voor sport is er de sportprijs, er is een vrijwilligerswaardering. Als er een heldendaad wordt verricht, bijvoorbeeld je helpt iemand uit het water die dreigt te verdrinken, dan is er het Carnegie Heldenfonds. Kortom, aan waarderingsmogelijkheden is er geen gebrek. Wat is nu het probleem dan? Als jongeren er niet voor in aanmerking komen of worden gebracht, is dat niet duidelijk een signaal dat er geen behoefte aan is, dan wel dat er geen initiatieven zijn waarvoor een lintje moet worden toegekend. Onze fractie valt er verder op dat er in uw voorstel geen ondergrens voor de leeftijd stelt. Welke vormen van bijzondere initiatieven of verdienstelijk maken ziet u voor de groep tot en met de basisschoolleerlingen? Ook de rol van de jongeren missen wij. Het is dan wel voor jongeren, maar niet door jongeren. Geen rol voor de vormgeving en ook niet in de beoordelingscommissie. Graag uw uitleg daarover. Tot slot nog een financieel punt. En om in de voetsporen van uw fractiegenoot de heer Dogger te treden. Waar gaat u dit uitdekken? U geeft aan de post representatie, maar deze post wordt niet verhoogd. En ook tot slot zijn wij benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Meneer Brink, mag ik u vragen antwoorden te geven op de vragen die aan u gesteld zijn? Ja, ik dacht dat het allemaal redelijk vlot ging, maar toch nog enige vragen van de zijde van de ChristenUnie, dat kan. Maar ik ga wel even het rondje afmaken, moet je goed vinden, meneer de voorzitter. En dan begin ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Want die vragen van, ja, wat is nou de gewenste uitwerking? Hè? Wat is nou de gewenste uitwerking als je kijkt naar een onderscheiding, het vormgeven daarvan? Nou, daar kan ik vrij vlot in zijn. En mevrouw Van der Hoek die refereerde daar ook al naar. We hebben natuurlijk wel de vraag gesteld. Hè, van, goh, wat is nou, wat vind je nou leuker? Een gewoon doener van het jaar? Of wil je echt een jeugdlintje hebben? Nou, het onderzoek richtte ons niet alleen maar op jongeren, maar richtte ons ook op andere gemeenten. En ik zei in mijn inleiding ook al, er zijn andere gemeenten die al een jeugdlintje hebben. Nou, Enschede bijvoorbeeld, daar hebben we het vorige contact mee gehad. En die zeggen, zo'n jeugdlintje doet wat met jeugd.
Wij zien dat jongeren in beweging komen en de bereidheid die er al was, wordt vergroot om iets nuttigs te doen voor de samenleving. Nou, dat heeft mij ervan overtuigd dat een jeugdlintje, zeker voor Hardenberg, en ik stuur in het voorstel ook aan op een termijn van 3 jaar, hè, dat ik ook zeg van nou, ga het dan na die 3 jaar eens evalueren en kijk eens in hoeverre het dan staat. En misschien moeten we dan wel constateren dat het inderdaad niet de gewenste uitwerking heeft die ik voor ogen heb. Maar goed, die conclusie moeten we dan ook trekken. Maar op basis van de gegevens die ik nu heb, zeg ik heel duidelijk ook tegen u van ik ben overtuigd van de gewenste uitwerking. En ik ben ervan overtuigd dat een jeugdlintje recht doet aan de behoeften die jongeren hebben. Ook hier binnen onze mooie gemeente Hardenberg. Ja, en kan het dan goedkoper of efficiënter? Nou ja, in het voorstel stuur ik ook aan om te koppelen aan een specifieke dag. En dat is de dag van de rechten van het kind. Die is uit mijn hoofd op 20 november. En ik wil met het jeugdlintje, en om door hem te koppelen aan de dag voor de rechten van het kind, ook heel duidelijk de nadruk leggen op jeugd, op jongeren. Dus zou die goedkoper of efficiënter kunnen? Ja, volgens mij is deze hele operatie niet heel veel, niet heel kostbaar. Lossen we er geen problemen mee op, zoals meneer Van der Gampel dat al zei. We stimuleren we vooral positief gedrag. Geven we dat een podium, dat past bij de kracht van gewoon doen en dus bij de gemeente Hardenberg. Dus dat lijkt mij wel een voldoende antwoord op uw vraag. Ja, en dan kom ik op de vraag van D66, meneer Rodemond. Ja, is er dan, is de jongerenraad, is dat dan ook bespreekbaar? Ja, dan zeg ik tegen u, praten kan altijd. Kijk, ik ben iemand die zeker gaat voor een positieve insteek. Ik ben een groot voorstander van positief gedrag. Zeker ook als je op dit moment de journaals aanzet en kijkt wat jongeren zoal veroorzaken in den landen. Dan denk ik van, kijk dan ook vooral naar de jongeren die wel positief gedrag beïnvloeden en steek daar vooral op in. En als u ideeën heeft over hoe we dat verder uit kunnen breiden, ik zei het u zo straks ook al, praten kan altijd. Dus die uitnodiging neem ik bij deze graag van u aan. Dan wil ik graag in ieder geval meneer Brink hiertoe hartelijk bedanken voor deze toezegging en wij komen bij u op de lijn. Ik heb u gebeld, u heeft mijn nummer, dus u kunt mij zo terugbellen. Dan de VVD, bedankt voor het compliment naar mijn fractie toe. Waardeer ik zeer. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel eens leuk. En ik hoop dat, dat de plannen die we hebben, dat die tot uitwerking zullen komen. Hetzelfde geldt voor de fractie van GroenLinks, die het plan samen met Op Koers ook ondersteunen. Dus we hebben ze aangegeven. Ja, en dan kom ik bij de fractie van de ChristenUnie. Want ook daar waren nog wat vragen die ik ga proberen om die zo goed mogelijk te beantwoorden. Ja, de behoefte. Ja, ik probeer u even mee te nemen naar een deel van het onderzoek wat wij hebben gedaan en wat ze voornamelijk heeft afgespeeld in de zomer van dit jaar. Waarbij wij een aantal initiatieven hebben bekeken. En één initiatief concentreerde zich in Balkbrug en één initiatief concentreerde zich in Deemsvaart. En met name dat laatste initiatief, dat had betrekking op een jonge man die een expositie heeft georganiseerd om andere jongeren bewust te maken van de Tweede Wereldoorlog. Nou, daarvan zeg ik, dat komt niet in aanmerking voor een sportprijs. Dat komt ook niet in aanmerking voor het Carnegie Heldenfonds. Maar het is wel een heel mooi initiatief wat jongeren met elkaar verbindt, wat bewustwording bevordert en wat wij volgens mij als gemeente zouden moeten omarmen. En lossen we daarmee een probleem op? Nee. Wil ik een probleem oplossen? Nee. Wil ik positief gedrag beïnvloeden en samen met mijn fractie, dan zeg ik heel hard ja. Want dat is uiteindelijk waar het hele initiatief voor bedoeld is. Ja, en is er dan een ondergrens? Nou, ik zei het al in mijn inleiding. Positief gedrag, het stimuleren daarvan kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dus als een jongetje van 6 of 7 iets goeds doet voor zijn buurman of buurvrouw en de commissie, zoals die in het raadsvoorstel benoemd staat, of in het initiatiefvoorstel moet ik zeggen, die vindt dat een voldoende ondergrond om iemand te benoemen voor een jeugdlintje, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Ik zal de laatste zijn die daarvan zegt, u bent te jong. Want nogmaals, beïnvloeding van positief gedrag
daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ja, en de rol van jongeren, mevrouw Ploekers, die refereerde daar ook al naar. Ja, die rol van jongeren, is daar voldoende over nagedacht? Zijn die bij betrokken? Nou, ik durf u wel vanaf mijn eigen sprekersstoel te zeggen dat die rol van jongeren ruim voldoende is. En komen we nou in de loop van de 3 jaar erachter dat we misschien toch wat moeten bijschaven, wat ik overigens niet verwacht. We zullen het uiteraard doen. Maar tot dusver hoor ik vanuit de doelgroep alleen maar hele positieve geluiden. En dat maakt mij blij en een trots raadslid van deze gemeente en lid van mijn fractie. En volgens mij, meneer de voorzitter, heb ik ze dan allemaal gehad. Maar als het niet zo is, dan hoor ik het ook. Ja, oké, dank u wel, meneer Brink. Voorzitter. Meneer Van der Grant. De heer Brink heeft nog niet even gereageerd op wat ik aangaf van wel voor jongeren, maar niet door jongeren. Jongeren zitten niet in het comité voor de vormgeving, zitten niet in het beoordelingscomité. Dat wordt allemaal door ouderen gedaan. U zegt net zelf, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Dan denk ik van, waarom geeft u dan jongeren hier geen podium? Meneer. Met de groet van de voorzitter ga ik er even op reageren. Wat ik hier doe, is een initiatiefvoorstel inbrengen namens mijn fractie. In dat initiatiefvoorstel staan een aantal voorstellen. Hoe het bijvoorbeeld zou kunnen. Een beoordelingscommissie, daarvan zeg ik, laat het college bepalen wie er in die commissie moet gaan zitten. Ik heb als voorbeeld genoemd de directeur van de STU, omdat het beeld van deze persoon is dat hij weet wat er leeft in de gemeente en dat hij weet hoe een vrijwilligersbijdrage eruit moet zien. Het is niet uitgesloten dat er jongeren in die commissie zullen plaatsnemen. Sterker nog, als het college vindt dat dat moet, ja, dan juich ik dat toe. Dus uitsluiten, wat mij betreft niet. Zitten ze erbij in? Nee. Maar dat is oké. Het is een voorstel. En het college beslist uiteindelijk hoe de commissie en de beoordelingscommissie uiteindelijk vorm krijgt. Ja, en ik ben net zo nieuwsgierig als u hoe dat eruit gaat zien. Oké. Dank u wel, meneer Brink, voor de beantwoording. Ja, meneer de voorzitter, nog steeds één vraag, niet beantwoord door de heer Brink. Wat betreft de financiën. U geeft aan het te dekken uit de post de representatie, maar u verhoogt die post niet. Nou, het wordt een beetje zo'n Peter R. de Vries show, meneer de voorzitter. Maar ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. Want de representatiekosten, daarin zit een budget. Dat budget is niet op. Daar is ruimte voor 3000 euro. Als we dat kijken per jaar. Dat zijn geen schokkende bedragen. Ook zeker niet als we dat afzetten tegen de totale begroting die we als gemeente hebben. Dus ik hoop niet dat u daar wakker van ligt, want ik doe het zeker niet. En ik ga ervan uit dat daar absoluut dekking voor is. Oké, dank u wel, meneer Brink. Meneer Snijders, mag ik u verzoeken de vragen die voor u gereserveerd zijn te beantwoorden? Ja, dank u wel, voorzitter. Met name het laatste, dat werd het toch nog in één keer spannend over de budget postenrepresentatie. De raad gehoord hebbende, constateer ik brede meerderheid. En ik ben daar eigenlijk ook wel heel erg blij mee. Want volgens mij ligt hier een heel mooi voorstel om aandacht te geven en de jeugd te waarderen in onze gemeente. Jeugd die we gelukkig grote getalen hebben in onze gemeente. En waarvan ik ook weet, ook uit mijn functie en dingen die ik meemaak, dat er hele mooie initiatieven zijn. En daar hebben we ook als jongeren meegedaan met de gewoondoende van het jaar. Er werd al het voorbeeld uit Delfshaven genoemd rondom het thema van de Tweede Wereldoorlog. Maar op andere vlakken zijn er heel veel initiatieven door jongeren. Dus ik ben op zich blij met het voorstel, het college is blij met het voorstel. Volgens mij moeten we dat gewoon inderdaad gaan doen. En uw raad wil dat, dus dan gaan we dat ook gewoon doen als college. En wij zullen dat verder gaan uitwerken wat mij betreft. En daarin is het ook wel goed om te kijken van ja, wie moet daarin worden opgenomen. Een mooie suggestie om jongeren daarin, maar gewoon ook een plek te geven, lijkt me goed. Ik zou ook nog, en dat kreeg ik ook mee van mijn collega, vanuit maatschappelijk domein, ook een vertegenwoordiger vanuit de participatieraad, die ook jongeren in zijn beheer heeft, om die daar wel bij te betrekken. Maar voor de rest ook vooral gewoon uit de samenleving zelf. Niet dat die mensen niet uit de samenleving komen, maar ook niet uit de instituties, zeg maar ook uit de samenleving zelf mensen betrekken. De postrepresentatie, dat vind ik een interessante.
Overigens eerst nog even de internationale dag van de rechten, of de dag van de internationale rechten van het kind. Dat is dit jaar, dat is op 20 november inderdaad, en dat is dit jaar op een zondag. Dus ik weet niet of daar nog een link ligt. Of de, ik weet niet wanneer u wil laten ingaan. Mag ik even kort op reageren, meneer de voorzitter, want ik stuur een initiatiefvoorstel aan dat we starten in 2017. Oh, kijk aan. Dan is dat geen enkel vraagstuk. Geen probleem. Dan hebben we dat vraagstuk in ieder geval niet. Ik dacht misschien is dat de reden waarom de ChristenUnie daar toch wat terughoudend mee was, zeg maar, met dit voorstel. Maar dat is het niet, gelukkig. En dat geeft ons ook ruimte om in die pot representatie, waarvan ik overigens wel benieuwd ben welke postrepresentatie u erop doelt. Want de postrepresentatie van de college die is uitgeput. Maar misschien heeft u al veel eerder gekeken naar de stand van zaken, dat er toen nog wel wat was. Ik weet dat de raad ook een postrepresentatie heeft. Meneer Brink. Ik zou gewoon zeggen, een nieuw jaar zijn nieuwe kansen, toch? Dus, oh, oké, okay, ja. Nee, dan is dat ook, dan hebben we daar ook geen misverstand over. En ik bedoel, het gaat om 3000 euro maximaal. Dus dat nemen wij gewoon mee in die postrepresentatie. Ja. Ik zie de fractie voorzitter, ik neem niet aan dat dat voortaan de lijn van de CDA is bij financiële zaken. Nou, en anders dan komt het college vast met voorstellen om de posten op te hogen. Maar dat komt dan ook wel in 2000, bij de begroting 2018. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. Meneer de voorzitter. Mag ik op één opmerking van de portefeuillehouder reageren? De ChristenUnie is gewend om op zondag zelf in het zonnetje gezet te worden. En heeft er helemaal geen bezwaar tegen dat mensen juist op zondag in het zonnetje gezet worden. Oké, na deze toevoeging wil ik meneer Brink vragen van wat hij met dit voorstel wil gaan doen. Ja, ik zou er ik zou zeggen heel snel mee beginnen. Hè. Wat mij betreft wordt het een hamerstuk, voorzitter. Oké, en dan kijk ik even. Maar het is natuurlijk een beetje, het is een beetje raar, meneer de voorzitter, om weer echt vlees te keuren. Dus, Nee, maar er zijn ook nog andere smaken. Maar goed, u zegt van ik handhaven, dan kijk ik even rond. Wat, moet het een hamerstuk worden of een bespreekstuk? Hamerstuk. Een hamerstuk gaat het worden. Goed, komen we bij punt nummer 7, de rondvraag. Wie mag ik het woord geven? Meneer Botter, mevrouw Van de Hoek en meneer Dogger. Beginnen we bij meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Op koers.nu heeft geconstateerd dat de gemeente Hardenberg zich nog steeds niet heeft aangesloten bij het landelijke WOZ-register. En de vraag is waarom Hardenberg zich hier nog niet bij aangesloten heeft. Tevens de vraag in hoeverre er plannen liggen alsnog aansluiting te zoeken bij dit register. Oké, wie van de collegeleden wil daar een antwoord op geven? Ik zie dat de heer Janssen aanstalten maakt. En ja, meneer Janssen. Dank u wel. Inderdaad is 1 oktober die openbaarheid ingegaan. Er is een landelijke WOZ-site, 94 van de 390 gemeenten staan daar nu al op. Dat betekent dat driekwart er nog niet op staat. En dat heeft onder andere te maken dat er maar een beperkt aantal firma's, leveranciers is die ons kunnen aansluiten. En die kunnen het even allemaal tegelijk niet aan. En daar zijn wij afhankelijk van. Nou, dat kun je ook zien op de website van de waarderingskamer. Daar staat ook precies aangegeven welke gemeenten inmiddels aangesloten zijn, welke in de wachtrij staan en wanneer ze dan alsnog aangesloten zullen worden. Wij zijn onderweg. Als je die site aanklikt, zul je zien dat onze aansluittoets is gepland in de week van 24 tot 28 oktober. En dat wij, zoals het nu gepland is, aangesloten worden in de week van 14 tot 18 november. Met andere woorden, hij is onderweg, hij gaat komen. Maar per 1-10 is een en ander openbaar en hoort het openbaar te zijn. Onze burgers kunnen het daar niet zien. Daarom hebben we op onze eigen website een kaart van onze gemeente met alle woningen erop. En als je die aanklikt kun je precies zien wat de WOZ-waarde is. Die hebben we dus in ieder geval vanaf 1 oktober tijdelijk in de lucht. Zodat wij wel aan die openbaarheid voldoen. Oké, dank u voor de beantwoording. Mevrouw Van de Hoek, uw vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik loop hiermee het risico dat ik het misschien anders had moeten doen. Maar ik kreeg vandaag bericht dat het ACC-school na de herfstvakantie open zou gaan. En ik wilde toch graag weten of dat dan ook werkelijk zo is.
Wie van het college kan daar een antwoord op geven? Gaat de AZC-school weldra van start? Ik zit net de conceptvragen die u gesteld had te lezen om ze vrij te geven. Dus die staan er komende week aan te komen. En ik ga hier geen definitieve uitspraken doen, maar we zijn wel bezig met elkaar om te kijken wat we kunnen doen. Ervan uitgaande dat de derde week van oktober de eerste kinderen komen. En als die eerste kinderen komen, willen we wel graag zo snel mogelijk open en liefst nog in dezelfde week. Dus de kans dat als er dan kinderen komen, dat wij dan open gaan, is redelijk groot. Zo durf ik hem nu alvast wel neer te zetten. En met welke kinderen en hoeveel en van statushouders van elders, of die direct de eerste week al komen of dat die later komen, daar zijn we nu nog even mee bezig. Maar de lijn is eigenlijk een beetje om te proberen dat zoveel mogelijk te doen met kinderen die, ik zit nu even naar primair onderwijs te kijken, die op het AZC zitten. En ook in overleg met de scholen die dan leerlingen los zouden laten en, de ouders van die kinderen met kinderen van statushouders. Nou, en voorzitter, onderwijs zou een vergelijkbare proces kunnen doen. Oké, dank u voor de beantwoording. Meneer Togger, uw vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had vanavond even een beetje het idee dat we hier in een sollicitatieprocedure zouden zitten. En dan doe ik eigenlijk even op uw rol vanavond. Want u zit hier als voorzitter van ons, hoewel u daartoe nog niet bent aangesteld. Dat besluit hebben wij nog niet genomen. Vandaar mijn idee van, is het een soort sollicitatie? En ik kan er alleen maar zeggen dat u met slag en wimpel geslaagd bent en wat mij betreft benoemd kunt worden in die functie. Dank u wel. Nou, na deze laatste plezierige vraag gaan we over tot de sluiting van de vergadering. Ik wens u allen wel thuis.